Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij de grote Bibep-avond. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij hebben de eer, wij zijn Sanne den Hartog en Lizzie Timmers. Wij zijn in het dagelijks leven acteur eigenlijk. En actrice. En we hebben de eer om het grote Bibep Reven interview voor jullie te lezen. Dat doen we niet helemaal, want dat zou erg lang duren. Het duurt heel lang, ja. Dus het is een fragment. Veel plezier. Ja. Het werkelijke gesprek duurde heel lang. En dan stond in de krant natuurlijk een weerslag van. Dat was iets minder lang, maar nog steeds heel lang. Oké, vergeet even de balie. We zijn in Huizen Algra. Of moet ik Algra zeggen? Weet je dat, mensje? Algra. Algra. Huizen Algra. Ja, precies. Dat was iemand die veel kritiek had gehad op Reven. En daarom had hij zijn huis zo genoemd. Huizen Algra. In Friesland, tussen de weilanden, waren ze naartoe gereden. Hele lange Bibek-inleiding ga ik nu niet doen. Ik doe een stukje. Huizen Algra heeft een grote kamer met twee bedsteden. Een ervan dient als kledingkast. Met aan de wand een foto van Jackie Kennedy naast de groeven van haar man. En een foto van Jan Kramer. Rechts daarvan is Gerards werkkamer. Links een nieuw en in dit dorp uniek sanitair. En daarachter is de keuken. Op zolder daar hangen de zeilen van de pas gekochte zeilboot. En er is een kamertje voor wie mag logeren. Alles gelijk elke plek die Gerard van het Reven bewoont, sober, efficiënt en zindelijk. Het is nu 1:00, we gaan aan het werk en Gerard drinkt wijn. Ja, dat is nu even water. Ja. Ja, jij schrijft me eigenlijk de laatste tijd wel iets te vaak God zegen u en God, God dit en dat en ja. God... Ik moet ook ophouden er met mensen over te praten. Soms zie ik de mensheid als een grote aasvlieg in een jampot. Voor de helft met zeepsop gevuld en helemaal doordrenkt. God die zit over de rand te kijken. Hij laat het zo doorgaan in zijn onmetelijke goedheid. Nou ja, dat laatste dat schrijf ik niet hoor. Ja, nee, je lacht. Ik denk natuurlijk ook niet dat het onmetelijke goedheid is. Nee, maar wat is het dan wel? Lust? Of schuldgevoel? Nee, God is gedesinteresseerd. Zoals wij wanneer we een vlieg tegen het raam zien en denken, zullen we die doodslaan of niet? Schuldgevoel kent God ook niet, maar hij kan wel lijden. Hij lijdt aan zijn eigen eenzaamheid. Omdat hij niemand boven zich heeft. Dat is gruwelijk. Ontkurkt een tweede fles wijn. Schenkt zijn glas vol. Ze zeggen dat God kanker heeft. Pers en autoriteiten werken samen om het zo lang mogelijk geheim te houden. Hij wordt bestraald. En hij mag over 14 dagen naar huis. En ben je bang dat je kanker hebt? Dat zou tragisch zijn, terwijl ik het roken heb opgegeven. Je ouders hebben toen de avonden verscheen een feestje gegeven. En Carmichot zei me dat hij dat echt geweldig vond. Ja, dat was het ook wel. Ach, kijk, je rebelleert tegen je milieu. Sommigen die zeggen, een moeilijke jeugd is een ramp. Ja, dit is de Bibep-ketting. Anderen vinden dat het vruchten afwerpt. Wat je ervan overhouden kan, is een geweldige geldingsdrang, maar leuk is het niet. Nee, want jij bent 7 jaar in analyse geweest. Psychotherapie, volgens Jung. Vanaf mijn 21ste jaar af. Als die psychiater in een gezelschap te sprake komt en ze zeggen iets afbrekends, dan word ik geweldig kwaad. Afbrekend, waarom? Omdat hij waarde hecht aan mythen en sprookjes. Het is een zachte, dichterlijke man. En wat ben jij? Ik ben wel een trouw mens. Wel een moeilijk mens. Ik maak wel een hoop herrie. Maar ja, het is een beetje raar, ouderwets misschien, maar voor mij is seks een sacrament. Niet van dezelfde orde als eten of drinken. Het is wel degelijk van een andere orde.
Ik kan niet zomaar met iemand naar bed. Daarna is er een veranderde relatie ontstaan. Je kan zo iemand niet zien als een willekeurig iemand. Ik verzet me met woede tegen de visie die seks wil reduceren tot de orde van de dingen om je heen. Mensen hebben dierlijke eigenschappen, maar een mens is toch een ander wezen. Ja, je eerste brief over het verleden, die vond ik eigenlijk helemaal niet zo onthullend. Ik denk wel eens, jij zou helemaal zonder camouflage over het verleden moeten schrijven. En dan zeg ik met emotie, ik kan zo verschrikkelijk moeilijk terug. Het kost me zo'n afgrijzelijke inspanning. De dingen zijn zo absurd, verschrikkelijk, vernederend. Ik moet even pissen. Oh. Ja, alweer ja. Ja. Ik heb een kleine blaas. Ik zweet eigenlijk nooit. Ik dacht een tijd lang dat het een afwijking was, maar dat is het niet. Ik heb er nooit moeite mee. Ik behoor niet tot de mensen die dat niet durven zeggen. Oké. Okay. Dan gaat Bibep echt enorm zitten schrijven, stel ik me voor. Alle aantekeningen doornemen. Ja. Ja. Zoiets? Ja. Oké. Okay. Iemand vertelde mij dat wat jij in die brief over R schreef, dat gelogen was. Ja, God Christus, ik vertel nooit verhaaltjes. Ook niet om mezelf te rechtvaardigen. Ik heb geen afkeer van vrouwen, maar ik hou nou eenmaal meer van een vriend. Dan moet je een keer kiezen. Maar aan de andere kant moet je niet te gering over vrouwen denken. Ze binden het geheel, hebben een veredelender invloed. Hoewel veel vrouwen zijn geworden tot karikaturen, iets wat de maatschappij ze oplegt. Ze legt de vrouw de rol op van de man is mijn eigendom. Korte stilte. Ja, ik ga schrijven over het verleden. Ik moet wel. Ik hou er niet van. Ik ben er niet dol op. Dat niet. De uiteindelijke dingen heb ik nooit gepubliceerd. Of het nou komt dat ik de moed niet heb opgebracht. Ik bedoel, de moed om ook het bizarre, het onesthetische en vernederende op papier te zetten. Ja. Kijk, jij schrijft nogal eens dat je in je verbeelding jongenskastijdt, hè? Maar heb je dat wel eens gedaan? Jongens aftuigen? Ja? Ja, natuurlijk. Oh ja. Ja. Maar dat is niet iets waarover je moet schamen. Nee. Ik word ook maar gestuurd. De mensen maken altijd van alles ophef en herrie. Ja. Maar waarom beschrijf je dan nooit die realiteit? Nou, niemand gelooft het. De werkelijkheid wordt nooit door iemand geloofd. Ik heb nooit ervaringen van die aard beschreven. Het is goedkoop, indiscreet. En bovendien gaat het niemand wat aan. Ja. En toch moet je dat doen. Ja? Denk je dat het de verkoop kan bevorderen? Dan zal ik het stellig overwegen. Ja. Zeker een minuut stilte. Ja, misschien moeten we dat niet doen. Nee, we gaan door. Kijk, dus wederom met emotie. Waar ik een hekel aan heb, is dat ik eigenlijk een weerloze poseur ben. Dat ik wel een poseur ben, een charlatan, maar niks kan liegen. Ik heb een hekel aan die opschepperij van die en die heb ik gehad. En ook die man of vrouw, dat was een kleine moeite. Trouwens, je kunt wel hopen dat in je werk de waarheid voelbaar wordt. Maar de waarheid kan niet geuit worden. Alles behoeft beperking, stilering. Korte stilte. Kijk, ik kan wel schrijven, maar ik kan bepaalde dingen niet. Mijn talent is erg beperkt. Als ze mij zeggen, schrijf eens een verhaal over wat toen en toen gebeurde, dan kan ik dat niet. Er zijn dingen die ik meegemaakt heb, vreemde, belachelijke dingen waarvan niemand zal begrijpen dat ze mij hoofdbrekers kosten en die ik nooit kan vertellen. Toch is dat een beperktheid van mijn talent. Je zou elke ervaring moeten kunnen vertellen. Ja, maar jij kan dat doen. Jij kan dat wel.
Maar je moet dan tot het einde gaan. Ja, ja, ja. We zullen meer dingen op schrift stellen. En alles ter meerdere glorie van God. Ja. Niet om onszelf te zoeken. Gerard opent een la waarin vellen papier. En die zijn slechts met enkele zinnen beschreven. Hij leest voor. Publiek, ik veracht u niet, maar houd rekening met de beperktheid van uw bevattingsvermogen. Want als ik wilde, zou ik nog vele keren moeilijker kunnen schrijven dan ik al doe. En hier, a happy childhood is a writer's gold mine. Oh ja. Ik dacht dat het was zo'n unhappy childhood. Weet je nog, aan de ingang van de dierentuin. Ja. Daar wou je een fatsoenlijke rode ballon en dan kreeg je een kromme gele. Je begon te gillen. Ja. Ik denk altijd aan de dood. Sorry, dat was een beetje een slechte overgang. Ik denk altijd aan de dood. Niet uit een soort hoogmoed. Nee, uit angst dat ik te weinig gemaakt heb. Als je alleen maar het fundamentele van je leven zou kunnen aanduiden. Je hecht heel erg aan uiterlijk. Nee, dat doet me niets. Als iemand interessant is. Het is wel waar dat het voor homoseksuelen erg bepalend is, helaas. Nou ja, het ouder worden zit ons allemaal wel dwars natuurlijk. Maar ik word wel strijdvaardiger, geloof ik, in de hoofdzaken. Het is een proces in jezelf. Misschien dat ik met steeds grotere verbeterheid ga schrijven. De laatste zekerheden gaan eraan. Ach Jezus, ja, wat is nou echt? Ik heb het wel geprobeerd hoor. Ik bedoel dat ik niet uit wat oneerlijk is een bepaald voordeel wil halen. Ik ben heel slecht. Maar er zijn een aantal dingen die me zo vreemd zijn, die zijn in strijd met mijn wezen. Als ik iets gezegd heb, dan kan ik dat later niet loochenen. Je kan niet een bepaald beeld van jezelf ophangen in de hoop dat ze je geloven. Je kan schrijven over vroeger, maar echt weten hoe het was, dat kan je niet. Je herinnering is zo chaotisch. Het hoogwaardige, interessante valt samen met dingen van nul en geen waarde. Wil jij naar buiten, schat? Tot de poes. Wil jij een bolus bakken? Kom maar. Kijk, ik ga liever met gewone mensen om. De meesten zijn beter voor hun kinderen dan de meeste kunstenaars. Ze beledigen de katholieken, maar ze zijn zelf te gierig om kapotjes te kopen. Ik vind de geboortebeperking een zeer urgent probleem. Maar het gekke is dat de mensen die er het hoogste woord over hebben, mensen die nooit kinderen zouden moeten krijgen, ze aan de lopende band hebben. Tuig. Oh, kijk. Daar komt de strontwagen. Die haalt de tonnen op. Kan je zien dat ik gedronken heb? Oh, nee hoor. En vergeleken bij de gegevens uit je brieven heb je nu eigenlijk nog niks gehad. Snuivend inademend. Ik drink minder gruwelijk dan ik het voorstel. Ik kan er niet bij werken. Alcohol is mijn vijand. Maar als ik 3-4 dagen niet drink, hoor ik de vierde dag wel stemmetjes. Zak. Lul. Helemaal zonder alcohol gaat het niet. Nee. Dat is duidelijk. Er komt op dit moment een oude man voorbij. Hij draagt een mand. En dan zegt Gerard zwaar ademend. Zie je dat? De demonen komen. Ze fotograferen met infrarode stralen. In die mand zit een camera. De lens voor een van de mazen. Het licht wordt grijzer. De derde fles wijn is bijna leeg. Nou, ik zal nog maar een flesje wijn openmaken. Ja. Ik wil niemand kwaad berokkenen. Ik wil geen nutteloze stoornissen. Ik wil rustig kunnen denken. Ik ben een godsvruchtig mens. Ik heb er niks op tegen dat God mens is geworden. Maar als je daar alle consequenties aan gaat verbinden, wat mensen moeten verdienen, hoe ze zich moeten gedragen en waar ze na hun dood naartoe gaan, ja, daar heb ik geen bal mee te maken.
Nee. Ik heb een hekel aan exclusiviteit. Maar globaal ben ik het met ze eens. Ik wil me graag aansluiten. Dat doe ik liever dan altijd maar te moeten zoeken. Ja, maar zij wilden jou niet hebben, toch? Ja, dat is stom, hè? Ja. En toen heb jij tegen hen gezegd, ik dacht dat jullie alles pikten. Ja, dat doen ze ook, maar mij niet. Maar je gelooft niet in het hiernamaals? Nou, dat is het niet alleen. Het is gewoon, omdat ik het evangelie wel de waarheid vind, maar een mythe. De verschijning en herrijzenis van Christus is een religieus gebeuren. Het is in de geschiedenis nooit voorgevallen. Het katholieke geloof is het ware geloof, maar de mensen worden bij voorkeur debiel gehouden. Hoewel, hier wonen fijne mensen, een ander soort, zachtmoediger mensen. Ze nemen je zoals je bent. Ik ben hier aan het twijfelen geraakt. De mensen hier kunnen aanvaarden. Je kunt hier wonen, een vriend hebben of niet, want au fond is het toch Gods heilplan. Ze leven hier harmonieuzer. Het is misschien een strijd met de menselijke waardigheid, maar psychisch is het gezonder. Als ik hier tijdens het avondgebed langs het raam van mijn buurvrouw loop, zie ik haar geknield liggen, het hoofd op de zitting van de stoel. Schenkt de wijn naast zijn glas op de vloer. Ik zou de mensen wel kapot willen maken. Ik ben niet hypocriet. Ik ben meteen ontmaskerd. Ik zeg dat het zo is. Ik wil wel graag dat wat ik zeg gehoord, beoordeeld wordt. Ja, je hebt gelijk. Ik moet al die verschrikkelijke dingen maar gaan schrijven. Volgens mij doet mijn microfoon niet naar nu wel, denk ik. Dames en heren, ook ik wil u graag welkom heten op deze speciale Bali-avond over Bibep. Een initiatief overigens van de dames waar ik zo mee ga praten, Roos Menkhorst en Adinda Akkermans. Die ook dit mooie boek schreven over Bibep. Wij gaan zo meteen praten. Later schuift ook Mensje van Keulen aan, die daar zit. Een goede vriendin van Bibep. Dan vervolgens ziet u een fragment uit een beroemd, maar eigenlijk nooit daarna meer vertoond interview van Renate Rubinstein met Bibep. En vervolgens ga ik nog praten met twee collega's over de invloed van Bibep op interviewers van nu. We doen dat tot 10 uur aan 1 stuk, zonder pauze. En ik wil u ook op het hart drukken dat u vooral niet vergeet om na afloop uw mobiele telefoon weer aan te zetten. We keken naar Lizzie Timmers en Sanne den Hartog met een nagespeeld fragment, hè, uit het interview van Bibep met Gerard Reven. Dit vond zij zelf haar beste interview, hè, Adinda? Ja, klopt. Dat hebben wij gelezen. Maar waarom ze dat vond, dat weten we ook niet. We kunnen alleen maar zeggen waarom wij het wel echt... Waarom denk je dat ze dat vond? Heb je daar een idee van? Nou, wat ze heel knap doet, en dat kon je niet helemaal, omdat je niet het hele interview hier hoorde, maar ze heeft echt een strategie. Dus ze bedenkt van, ik wil uiteindelijk dat hij meer over zijn eigen ervaring gaat schrijven. En zo begint ze en bouwt ze langzaam op. Het is heel spannend ook daardoor, want je wil als lezer ook weten of het gaat lukken. En uiteindelijk lukt het. Ik begreep dat ze hem veel meer liet drinken dan hij feitelijk deed. Ja. In de krant. Ja. Dat, hoe zat dat? Dat vertelde een van haar goede vrienden. En dat zat zo dat hij best wel een beetje rare dingen zei. En dat ze hem een beetje in bescherming wilde nemen. Noem eens wat zei hij dan bijvoorbeeld? Nou ja, over dat, misschien wel over dat kastijden. Je hoorde het, ja. Hij begint ook wel een beetje... Maar het is ook echt Reven, hè? Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, hij wilde het... En hij stond natuurlijk wel bekend als een drankorgel. Ja. Maar zij schreef het er nog extra en bij. Zij schonk en de glazen voller om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen. Nee, ze dat schreef, mensen zouden ja, denken, in, ja, precies, dat, ja, ja, op schrift. Achter de, dat schrijf. Mensen zouden denken dat komt door de drank. Ja. Oh, ja. Ja? Nou, dat deed ze vaker om mensen tegen zichzelf
te beschermen. We hebben dat wel vaker gehoord. Oh, ja? Ja, bijvoorbeeld bij Lubbers dat hij niet te veel de komiek uit moest hangen. Oh, ja? Dat het wel serieus politiek moest blijven. Ja. Ja. We hebben het. Het is toch nog goed om even te zeggen over wie we vanavond gaan praten. Bibep, de moeder aller interviewers, heeft Frenk van der Linden haar wel eens genoemd. Jullie hebben vorig jaar een mooi boekje over haar geschreven. Ze was verbonden aan Vrij Nederland. Tientallen jaren heeft ze beroemd geworden voor haar gesprekken gemaakt. 600 hè, ongeveer. Vooral met, ik zie jou een beetje twijfelend kijken. Nee, klopt. Nee. Oké. Okay. En met zeer uiteenlopende gesprekspartners, maar wel vaak mensen uit de wereld van kunst en cultuur. En haar laatste interview verscheen in 1997 met Henny Vriend. En toen was ze al 73 jaar oud. En Roos, dan zijn we meteen al bij een mysterie. Was ze niet veel ouder dan? Nee, ik heb het nagerekend. Oh, okay. Het is toch van 1914? Ja. Nou, oh, ja. Volgens mij is dat 73. Tenminste, bij mij op school was dat zo. Ja. Maar dan zijn we direct al bij een mysterie wat bij deze vrouw hoort. Hè. Toen ze in 2010 overleed, bleek ze dus 10 jaar ouder te zijn dan iedereen dacht. Ja. Hoe is dat misverstand? Ja, 83? Oh, dan heb ik toch op een verkeerde school gezeten. Ik zat zo te denken. Was ze al 83? Ja. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Nou, zo zie je maar weer. Ja. Nog ouder dan ik dacht. 10 jaar ouder. Hoe het komt dat er zo'n mysterie over haar leeftijd was. Ja. Ja, we hebben gehoord dat ze haar leeftijd gewoon angstvallig verborgen hield. Dus dat ze ook als ze met een fotograaf van Vrij Nederland ergens heen moest, dat ze dan en de Tweede Kamer naar paspoort moest laten zien, dat ze dan haar geboortejaar verborg voor de fotograaf. En als de buurvrouw vroeg, maar hoe oud ben je eigenlijk, dat ze dan echt de een boos en waarom reageerde. Deed ze dat? Ja, ik denk dat ze een soort jong wilde blijven of een soort leeftijdsloos wilde blijven eigenlijk. En dat was ze dus ook. Op, dat op de redactie wisten ook maar 2 mensen dat, hè? Dat ze eigenlijk ouder was. Dat ze 10 jaar ouder was. Joop van Tijner en Sferdien Andersen. Ja, dat is wel. Ik ken ook iemand die al jaren doet alsof hij in de 30 is. Zodat hij een jonge filmmaker blijft. Echt waar? Ja. Wie is dat? Dat zeg ik niet. Ik hou het voor me. Nee. Nou, jullie zijn allebei begin 30, hè? Toen Bibep haar laatste stuk publiceerde, waren jullie tieners. Hoe is zij dan toch op jullie pad gekomen? Ja, pas toen ik studeerde. Dus ik heb de master journalistiek gedaan, waar Bibep helemaal niet aan bod kwam. Want ja, daar ging het niet over. Maar mijn oma, die hier ook in de zaal is, en die is 90, die gaf mij toen dit boek. Deze boeken, oh ja. En toen zij overleed in 2010, toen ben ik eens daarin gaan lezen. Zo ben ik bij Bibep gekomen. Maar bij jou op de opleiding werd er geen aandacht aan besteed? Nee. Dat is toch eigenaardig? Vind ik ook. Ja. Inmiddels vind ik dat. En hoe ging dat bij jou, Adinda? Ik denk dus dat jij het 1 keer haar naam wel genoemd hebt. Ik heb jou wel eens college mogen geven. Jij hebt mij les interview gegeven, ja. Maar ik ben het als eerste tegengekomen toen ik onderzoek deed naar mijn opa Boy Trip. Die zat in het kabinet Den Uyl. En dat was het kabinet waar zij heel veel ministers en staatssecretaris. Is jouw opa ook wel eens door haar geïnterviewd? Nee, dat niet. Maar dat had wel zomaar kunnen gebeuren. Oh, ja. Het heeft bijna alle. Maar hij was dan ook de meest onbekende minister van het kabinet Den Uyl. Dus misschien dankzij Bibep. Dat op welke post zat hij? Hij zat op wetenschap en onderwijs, wetenschapsbeleid. Oh ja? Hey, en wat maakte Bibep nou zo bijzonder als interviewer? Ik denk dat je dat ook wel heel erg zag in het interview. Dat iets wat nu misschien veel gewoner is, maar wat toen nog helemaal niet gebeurde, was die ontzettend persoonlijke vragen. Van, ben je bang dat je kanker hebt? Over de dood, over je emoties. Echt de essentiële zaken van het leven, die besprak zij met haar. Ja, want zij wordt de uitvinder van het diepte-interview. Ja. Is ze dat ook? Ja, dat denk ik. In Nederland wel. Maar ja. Jullie noemen ook nog een andere van Emden. Interviewer. Ja, Italie van Emden. Ja. Maar die was niet zo groot als Bibep. Niet zo beroemd, maar zo die, beroemd. Die deed wel hetzelfde soort werk. Misschien kun je zeggen dat zij nog net daarvoor voorloper was, ja. Maar zij is echt de eerste geweest die dat ging doen. Vanaf welk moment ongeveer, weet u dat? Je bedoelt dat ze die persoonlijke vraag. Want ze begon met een soort columns, hè? Ja, ze begon begin jaren 1953, 50. Ja. Domein der Vrouw in Vrij Nederland. Dat waren echt toch hele tuttige stukjes vaak. Een beetje over hoe je moest kleden als vrouw. En uiteindelijk werd ze steeds meer. Nam ze steeds meer ruimte in. Maar dat is niet de voorbode van een enorme naam in Vrij Nederland dan, hè? Als je dat zo beschrijft. Nee, klopt. Opeens is er een omslag.
Ik denk dat het er wel in zat, maar dat je ook ergens moet beginnen. Ja. Maar volgens mij ging zij toen ook al mensen interviewen, dus de gewone mensen interviewen. En die vroeg zij ook al persoonlijke dingen. Dus dat was al een begin? Ja, eigenlijk wel. Ze heette Elisabeth Maria Soutberg. Hoe kwam ze aan die naam, Bibeb? Oh ja, dat is ook wel een... Dat wist niemand, tenminste zover wij weten wist niemand dat. Aha. Bibeb. Ja, dat was... zij was... Als kind kon ze haar eigen naam niet uitspreken. En noemde ze zichzelf als 2-3-jarige Bibeb. Oh ja? Ja. Van wie hoorde je dat? Van de zoon van de Bibeb. En we hebben het later ook nog kunnen verifiëren. En haar vrienden noemden haar ook Bibeb. Ja. Ja, dat was heel gek, want wij hebben dus een soort zoektocht ondernomen en hebben allerlei mensen gesproken die met haar bevriend waren en die door haar geïnterviewd waren. En iedereen noemde haar Bibeb, dus zelfs haar beste vrienden, zoals Mensja straks ook zal vertellen, zij noemde haar ook Bibeb. Ja. Wat wilden jullie precies uitzoeken voor jullie boek? Waar was je nou op zoek? Nou, het begon ermee dat wij dus hoorden van Bibeb, wat een bijzondere naam was. Maar verder wisten we eigenlijk ook niet heel veel, behalve dat ze de grondlegger was van het persoonlijke interview. Toen gingen we zoeken van wie was zij dan eigenlijk? We waren gewoon heel benieuwd naar. Maar toen bleek daar heel weinig over bekend. En dat was in eerste instantie waar we achter wilden komen. Wie was zij eigenlijk zelf? En kwam je erachter? Want, dat is een goede vraag. Ik denk dat we wel heel veel meer te weten zijn gekomen dan er bekend was. Ja. En noem eens wat. Wat was opvallend aan wat je ontdekte? Wat opvallend was, in ieder geval ook bijvoorbeeld de invloed van het Jappenkamp waarin ze heeft gezeten. Wat best een, volgens heel veel mensen die zij goed kenden en een belangrijke... Ja. Ze is in 37 naar Indonesië gegaan en met een toenmalige man. Ja. En ze is pas na de oorlog weer teruggekomen. Ze heeft met haar zoontje in het kamp gezeten, ja. En ze kwam hier terug. En toen was iedereen nog de Tweede Wereldoorlog aan het verwerken en was er eigenlijk heel weinig aandacht voor dat soort leed. Die zoon, Wouter, speelt trouwens een wonderlijke rol als je jullie boek leest. Hij speelt een soort spel met jullie van aantrekken en afstoten. Zeg ik dat goed? Waarom deed hij dat? Want hij nodigde jullie uit en dan schreef hij jullie een lange mail. En dan zei hij, kan hij er weer op terug. Vertel er eens wat over. Je vroeg net iets anders. Over dat wat Bibeb, waar we achter waren gekomen. Oh, ik dacht opeens, ik wilde nog iets daarover. Oh, nou, daar mag je ook wat over zeggen. Okay. Ik wil het ook over die zoon hebben. Ja, dat snap ik. Waar we ook achter kwamen, was die periode van die seksuele revolutie. Zij had een man en die heette George Lampe. Dat hij met heel veel vrouwen ging, terwijl hij dus met haar was. En dat was, vonden wij best wel... Daardoor gingen we haar interviews in de jaren 70 met heel veel vrouwen die zij interviewden over feminisme en met een hele andere blik lezen. Want wat verbaasde je dan? Ja, dat zei dat, want het was vrij extreem. Hij was directeur van de Vrije Academie in Den Haag, Kunstacademie. En hij ging dan met heel veel studenten en docenten en ook naar bij hun thuis. Nou ja, dat zei dat dan als sterke vrouw. Hij nam zijn minnaressen mee naar huis. Ja. En dat vond zij goed. Ja. Ze maakt zich daar heel kwaad over, maar ze heeft hem niet verlaten. En dat zag je terug in die stukken? Dan ga je dat zo lezen als je met haar zo bezig bent. Noem eens een voorbeeld, wat zag je dan? Dan vroeg zij gewoon aan Leo Vrooman van, kun je maar van één vrouw houden? Jaloezie ook. Ja, het leek ook een soort zoektocht bij haar van haarzelf. Van hoe kijken andere mensen ernaar en hoe gaan zij daarmee om? Dus via haar vraag kom je toch iets over haar te weten ook? Ja, dat vond ik wel, ja. En nu die zoon. Ja. Want we hadden het erover dat Wouter zei van, jullie mogen komen praten, maar jullie kregen geen toegang tot het archief. Nee. Ja, onze eerste stap was toen we bedachten dat we met Bibeb iets wilden doen, was om Wouter Schaper te bellen. En hij nam op en heeft ons uitgenodigd bij hem thuis. En dat was in eerste instantie een goede ontmoeting, waarin hij ons het archief beloofde. En uiteindelijk werd het een situatie van constant proberen. En dat het weer... Maar daar moeten we wel bij vertellen dat er heel veel journalisten ons ook al voor waren geweest. Dus dat hij het sowieso liever niet en tegelijkertijd ook weer wel wilde. Dat is het ingewikkelde, denk ik. Nou, ik begreep zelfs dat hij het heel hoog opneemt, hè? Hij vindt het, heel mooi. We hebben het boek uiteindelijk naar hem opgestuurd en hij vond het... Hij wilde het niet lezen eerst. Ja. We hebben een maand de tijd gegeven. Ietsje. Ja, en uiteindelijk heeft hij het wel gelezen, maar toen was het al gezet. Maar nu is hij heel boos.
En we moeten voor de Raad voor Journalistiek verschijnen. Echt waar? Ja. Want, wat verwijten jullie? Ja, dat, hij had eigenlijk niet... hij zegt dat hij niet in het boek had willen zitten, voorkomen. Want jullie beschrijven jullie zoektocht. Ja. Maar we hebben wel een heel... We hebben het echt wel heel goed gedaan, vinden we zelf in ieder geval natuurlijk. Maar we hebben hem ook heel erg, we hebben heel veel hem verteld wat we van plan waren. En ook dat hij in het boek zou voorkomen. En dat we het van tevoren zouden opsturen. En dat hij dan nog op feitelijke onjuistheden zou maken. Maar dat archief, dat zat dus in de kamer naast waar jullie de gesprekken voerden. Ja, tenminste, dat deed hij. Maar dan brandde dan jeuken je handen aan alle kanten. Ja, er was ook een moment, dat was grappig. Dat toen was ik nog, ik had net een kind gekregen, dus ik moest nog kolven. En toen zei hij, ik ga wel even de hond uitlaten, ga jij hier kolven? Heel aardig. En toen zaten we daar. Nou ja, dat hebben we niet gedaan, dus... Maar het was wel, hij zei van jullie passen wel goed op de schatkamer. Dat soort opmerkingen maakte hij. Dus ook maar je hebt er nooit in mogen kijken. Wat zou, ja, hij haalde af en toe één brief eruit. Wat zou daarin kunnen zitten, denk je? Ja, heel veel, nou ja, misschien wel dagboekfragmenten of zo. Hij heeft wel verteld dat zij bijvoorbeeld 8 kantjes dagboekfragmenten brieven. Uit het Jappenkamp. Ja. Dat soort. Maar het is ontzettend zonde, hè? Dat melden zich twee... jonge journalisten die iets over je moeder willen maken. En want nu gaat dat nooit meer gebeuren natuurlijk. Of denk je dat, gaan jullie toch nog een keer een poging wagen? Wij niet, maar ik kan me voorstellen dat er iemand anders is die dat nog gaat doen. Ja, want met welke vragen zijn jullie blijven zitten bijvoorbeeld? Toch met dat Jappenkamp wel. Want iedereen die we hebben gesproken zegt dat dat van bepalende invloed is geweest. En dat ze daardoor een soort mysterieus bleef. En zwijgzaam was over haar eigen verleden. En heel erg privacy, haar eigen privacy wilde houden. We gaan er zo meteen doorpraten met een gast die zo meteen ook gaat aanschuiven. Maar die eerst nog een fragment gaat voorlezen uit haar dagboek. Ik vraag uw aandacht voor Mensje van Keulen. Ik pak even wat water. Allereerst, mocht ik gaan hoesten, doet u dan mee? Of dan ga ik wel even opzij. Ik heb heel fragmentarisch, een paar hele kleine fragmentjes en enkele regels. En ik doe het zelfs een beetje met tijdsprongen van daar naar daar. En het eerste wat ik wou zeggen, want zo was Bibeb, ze kon ongelooflijk complimenteus zijn. En ja, ik schroom om het te zeggen om dan zo'n regeltje voor te lezen. Want als iemand complimenteus is, heb ik liever de neiging om onder de tafel te kruipen. Maar in dit geval bijvoorbeeld was er dan zo'n zin die ze aan me schreef. Dank voor zoals je bent en schrijft. Dat was in 1984. Ik heb een dagboek dat over 3 weken uitkomt en daarin kwam ik haar meermalen tegen... Bijvoorbeeld als prinses Irene heeft geïnterviewd of nog een paar politici. En ik kwam ook tegen toen Carmichelt de PC-hoofdprijs kreeg. En in de wandelgangen, toen hadden we het over het een en ander. En toen zei ze ook tegen me, jij bent een echte tweeling. Die willen altijd eenzaamheid, althans vaak. Ik ook. En daar kwam ze heel vaak op terug, het feit dat ze... in dezelfde dagen, zo in juni geboren waren. En dat gaf haar, vond ze, of ons dan iets extra's. Ik geloof zelf niet zo in sterrenwichelarij, maar ik was wel altijd heel willig als ze dat natuurlijk zei. Bibeb zei altijd dat alles wat ik doe goed voor me is en nodig. Ik betwijfel het, maar het klonk altijd troostend. Ik lees een heel klein stukje voor... uit een dagboek, dat is 8 maart 1982. Dat was kort voor haar man, George Lampe, stierf. En ze had gevraagd of ik langskwam. En ik zat boven. Ze woonde op het voorlaatste huis aan de zeekant. Dus de boulevard in Den Haag. Dus niet Scheveningen, want die boulevard loopt veel langer door. Dus ook echt door Den Haag. Dus echt het voorlaatste huis, daar wonen ze. Tuintje voor, tuintje achter... Je kunt je niet voorstellen hoe mooi het is dat je in de kamer zit en je kijkt echt op zee. En George die lag 1 hoog in bed en hij rookte trouwens nog steeds. Dus ik had een soort aspakje meegenomen wat hij zo aan zijn deken kon vastklemmen.
En nou, we hebben het over het een en ander. En toen ineens zegt hij tegen me, dit heb ik zo opgeschreven. Hij zei dat Bibeb hem vroeger vrouwen verwijt. Ik zei dat Bibeb moe zal zijn. En dat moet ze ook wel zijn met al het redderen en verzorgen. Bibeb kwam boven en ik vertelde dat ik gisteravond met een vriendin mee was. En Karel en Sylvia Willink had ontmoet. Willink was jarig. Hij was 82 geworden en deed grappig malicieus. Een stokoude man, een 89-jarige vriend van Sylvia. Sylvia uitte daarna haar liefde voor gegroeide gezichten en benige handen en zei, ik moet me niet voorstellen dat ik het als getrouwde vrouw met een man van maar 40 hier zat. Ik kon dat wel begrijpen. Ze waren hartelijk en ik verbaasde me erover dat we de enige bezoekers waren en er verder niemand belde. Bibeb belde meteen naar Willink om hem alsnog te feliciteren en te vertellen hoe het met George was. Even later spraken George en Willink met elkaar. George wist zijn stem als vanouds te laten klinken. Ze spraken over een artikel in een Frans tijdschrift waarin Willink naast drie grote schilders onder wie Otto Dix werd behandeld. Bibeb en ik luisterden toe. Toen het gesprek was beëindigd, zei Bibeb, wat knap, George, dat jij je ondanks de paviljoen, die twee andere schilders wist te herinneren, waar Karel niet op kon komen. Want zo was ze, ze zou ook meteen, maar dan ook meteen aanpakken als er iets moest gebeuren. En dan heb ik een stukje hier, en dat is, toen, dat was in 2010. En dat was de avond voor Bibeb overleed. En ik moest voor iets anders naar Den Haag. En ineens zei ik in de opwelling, ik ga nu bij de langs. En ik wist in welk tehuis ze was, waar ze dan de laatste tijd van haar leven zat. Niet zo heel erg lang. En wat ook wel opmerkelijk was, toen ze in dat tehuis zat, ik haar maar een paar keer heb gezien. Toen was de haar opgestoken en ze had, ik moest er net aan denken toen het interview werd gehouden. Zij had haar haar altijd los en als ze dan interviewde kon ze ook echt zo gaan zitten. Zodat ze er helemaal onder verdween. Dus dan keek ze zo af en toe op met weer een vraag en dan verdween ze weer. Hier is een stukje over, en dat heb ik ook voorgelezen toen ze bij de begrafenis. Wat ik opmerkelijk ook vond bij de begrafenis, was, ze heeft honderden mensen geïnterviewd, ongelooflijk veel bekende mensen de hele wereld over. Maar er waren maar heel weinig eigenlijk van die mensen uit Nederland die ze had geïnterviewd, die dan nog bij die begrafenis waren. Dit is 17 januari 2010. En ik zei dat ik eerst nog langs Bibeb wilde in het verpleeghuis. Ik ging de trap op naar afdeling Het Bos. Linksaf, halverwege rechts, de glazen deuren door. Ze zat niet aan haar tafeltje. Ik zag helemaal niemand. Zag wel een verpleegster verderop uit een kamer komen. Ik liep naar die kamer toe. Daar zaten één verpleger en vier verpleegsters, van wie één een baby op de arm had. Ik vroeg of mevrouw Lampen aanspreekbaar was. Soms is ze heel eventjes wakker, was het antwoord. Er werd me uitgelegd waar ik kamer 13 kon vinden. De deur stond open. Er lag een vreemde vrouw in bed. Maar ja, het was kamer 13 en haar naam stond op de deur. Bibeb Lampen Soutberg. Ze sliep. Ze sliep heel diep. Haar fijne witte haar lag droog als staal tegen het kussen. Ze had haar gezicht half opzij. Ze was onherkenbaar, fel overbeen. Haar mond leek een beetje uitgegleden. Ik gaf haar een zoen, streek over haar haar, hield haar hand vast, sprak tegen haar, deed dit een minuut of 10. Tegenover haar hing een schilderij van George uit 1954. Het stelde een kermis voor. Er waren twee verliefde mensen op te zien. Onder het schilderij het houten paard van een carousel dat altijd in haar woonkamer aan de zeekant had gestaan. Op het tafeltje naast haar bed een tuitflesje water. Foto's van haar kleinkinderen en de drie kaarten die ik haar had gestuurd. De Marguerite met het zeilscheepje, de kat met de kerstmuts en de Mondriaan met het zeegezicht. Ik sprak nog eens tegen haar. Een kleine beweging in haar gezicht, haar arm, maar echt reageren deed ze niet. Nog een kus en ik ben weggegaan. Op de drempel keek ik nog een keer om.
Werd ze niet toch nog wakker? Ik zag de pantoffels onder haar bed en wist dat ze ze nooit meer aan zou trekken. En dan heb ik hier nog een stukje en dat is beduidend eerder. En het is geschreven op de dag dat George Lampen me in een heel erg groot schilderij... en er zijn wel mensen in de zaal die dat schilderij kennen... een enorm schilderij invoegde. Zo moet ik het wel zeggen, want op dat enorme schilderij stonden naast Bibeb... alle docenten die op de Vrije Academie les gaven, dus in Den Haag. En de poes stond erbij, maar goed, hij had mij er ook in gezet. Nou goed, hier zeg ik iets over. Voor de laatste keer heb ik voor het grote schilderij van George Lampen geposeerd. Nog een oneffenheidje uit het gezicht. Nog een laatste krul bijwerken. Dit is heel mooi, zei hij. Wat ik nu ga doen is riskant, heel gevaarlijk. Oh mooi, het lukt, het lukt. Hij tilde mijn kin op en bestudeerde mijn wenkbrauwen. Wat mooi, wat heerlijk om naar te kijken. Ondertussen stond ik door het lange stilstaan te rillen, voelde het bloed uit mijn hoofd trekken. Vandaag was het hoogtepunt, zei George thuis, in het donker, moe in zijn stoel. Bibeb was nerveus, omdat ze op het punt stond de prijs voor journalistiek te aanvaarden. Een mevrouw uit de jury had haar weten over te halen. Ze wist nu niet meer wat te doen. Te meer omdat helderziende Croisset haar had gezegd dat ze het moest doen. Ik wil niet laf zijn, zei ze. George voorzag ellende, buien, zenuwen en smeekte haar zowat alsnog te weigeren. Maar na wikken en wegen zei hij dat ze het dan toch maar moest doen. En dat was de tegel, die was, ik denk de eerste of de tweede keer uitgereikt toen. Hè? Dus de hoogste prijs die je dan kan halen voor journalistiek. En ik weet nog dat ik bij haar kwam, niet lang daarna, en dat die tegel als een personage echt op de bank stond. En ze zei, ik weet niet waar ik hem moet laten, dus ik laat hem daar maar zitten. Zo. Ja. Oh ja, ik heb nog een paar kaarten gevonden. Nou, die ene kaart die komt uit Engeland en er staat alleen maar op 2 kussen. Bibeb, even kijken. Deze is voor mijn zoon, voor Aldo, om naar de winkels te gaan. Ja. Ze deed altijd geld dan in een envelop. Dus, even kijken hoor. Oh, deze, even zien, lieve mensen en Aldo, in Parijs voor een interview met Breitenbach. Lentezon, alles op straat tot ver in de nacht. Moet helaas weer snel terug. Kus, kus, ga jij naar het boekenbal? En dan nog eentje, even kijken hoor. Deze kaart was eigenlijk voor George, maar die komt pas heel laat thuis. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ik zat naar u te luisteren, mevrouw van Keulen. Voor mijn stem. Ja. Wat zegt u? Nee, sorry voor mijn stem. Ja. Dat is wel... Nou, u bent goed gestaan, hoor. Okay. Dat dagboekfragment, hè, van dat afscheid van Bibeb, dat vond ik een heel verdrietig verhaal van iemand die eigenlijk alleen is overgebleven. Nou, er waren wel genoeg mensen. Daar gaat het niet om, maar wat ik me van de bekende Nederlanders herinner, was dat de beeldhouster. Maya, hoe heet het? Kom, Maya. Maya van Hal. Herman Gordijn was er. Rinus Ferdinandes. Je hoeft hem niet vast te houden, hoor, de microfoon. Nee, hij zakt steeds. Kijk, ja, maar dat komt. Dan moet ik zo. Nee. Je kan gewoon zitten, dan komt het goed. Oké. Okay. Ja. Oh ja. Maar, je ziet het dan maar. Okay. Ja. Maar het beeld klopt niet van iemand die alle anderen heeft overleefd. Want u zei ook op die uitvaart waren... Nou, er was wel familie ook, hoor. De kleinkinderen, ja. En zo. Dus, dat ja. Wel. Nee, maar als je eraan denkt dat er zoveel mensen waren... ook in ja. Nederland, dus die lijsten ziet alleen in de boeken. En dat was nog een selectie. Hè, dat zou je verwachten. Maar er waren natuurlijk ook wel een heleboel dood al. Maar jij was toch ook een van de laatste die in contact met haar echt... Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk ook nu al veel ouder. Kijk, dat is 40 jaar geleden, hè, dat kan je wel zien. En het, nu, als je dan ouder bent, dan krijg je steeds vaker van... Komrij is dood, kan je wat over hem zeggen? Hans Ward is dood, kan je wat over hem zeggen? Zo. Dus dat gebeurt steeds vaker. Hoe hebt u Bibeb leren kennen? Door een interview? Nou, ik zat in Propria Cures van 1970 tot 1973.
En het was in 1970, geloof ik al, dus toen had ik daar een korte verhaal in, dat ik een keer iets in Den Haag bij haar moest afleveren, maar ik weet niet meer wat. En toen zei ze al daar in dat huis aan de zeekant, begon ze heel complimenteus over de korte verhalen die ik had geschreven. Nou, en toen in 1972 kwam mijn debuut uit en een bundel korte verhalen. En toen wilde ze me dus interviewen. Hoe was dat om door haar geïnterviewd te worden? Doodeng ook. Vertelt u hoe dat ging? Ik vind alles nog doodeng. Was het bij haar thuis? Dat deed ze soms, hè? Ik ben bij haar thuis geweest, maar ook zij bij mij. Ja. Want ze beschreef ook het nogal armelijke interieur waarin ik toen woonde. Dat was echt, dat was een achterhuis op Kattenburg. Toen we eruit gingen, werd het ook een uur later gesloopt. Zo erg was het. Ja, dat was echt zo. Echt waar? Er stonden wel, de meubels was een zo'n treinbiels, weet je wel, waar je op moest zitten. En dan een zo'n, heet het, autobank uit een Jaguar. Dat was mijn meubilair. Maar goed, dus daar is ze geweest. Daar heeft ze dus heel laag op die Jaguar-stoel gezeten. 12 jaar later heeft ze hem nog een keer geïnterviewd. Het waren hele lange sessies, hè? Heel erg lang. Weet u nog hoe lang het duurde? 2 dagen diep in de nacht, in de nacht. En ik herinner me ook dat ze ook wel zei, en het was vooral bij het tweede interview, maar dat kwam omdat mijn huwelijk toen aan Vlaarden was. En toen, ik weet wat ze zei. Je moet wel alles zeggen hoor, anders wordt het helemaal niks. Dat kon ze ook. Dat kon ze ook. Zo kreeg ze het er ook wel. Maar dat was ook een soort vooruitlopend verwijt van vorig jaar deed je dat niet? Nee, ik denk dat ik dat. Kijk, wat je bij een interview hebt, is dat je vreemde ogen dwingen. Dus dan ga je vaak te veel al zeggen. Mm-hmm. Maar in dit geval kende ik het al langer bij de tweede interview, dat was in de jaren 80. En toen had ik toch ineens een beetje angst om weer in de krant te staan ook. En de dingen die ze, want in de jaren daartussen was u haar blijven zien, vriendschap. Ja, zien ook. En ik kwam wel bij haar thuis. Niet en zo heel veel. En kwamen dan de dingen die ze uit de vriendschap wist dan opeens? Ja, ze wist veel. On the record. Nou, het was ook zo dat door het eerste interview in begin jaren 70, dat mijn man in die tijd, die was wetenschappelijk medewerker, maar die ging steeds vaker fotograferen. Ja. En zij vond zijn foto's goed. Dus hij maakte bij al haar portretten in die jaren foto's. Dus dan zag ik haar ook steeds weer. En ze belde heel vaak. En het waren telefoongesprekken die dan heel lang duurden. Maar als u dan tegenover haar zat voor dat interview, hè, gebruikte ze dan wat zij wist van u uit de vriendschap? Wat zij wist van mij? Nou ja, kijk, als je elkaar ook vriendschappelijk ziet, dan weet je dingen van elkaar. Ja, maar dat kwam ook door de telefoon. Ik kon ook tegen haar klagen, want ook dan haalde ze alles uit. Nee, maar ik bedoel, uit. Toen ze u interviewde, gebruikte ze die kennis toen, die ze van u had? Nee, ze geeft dat daarna niet later op. Ze ging niet geheime dingen of zo opschrijven, deed ze niet. Nee. Zij schreef overigens, hè? Ze nam het niet op, ze schreef. Het is onbegrijpelijk, ze had echt een bloknoot. Als je dat net hoort, voor met Reven, het is zo gedetailleerd. Ja, want hoe kan dat als iemand schrijft? Nee, vooral van het Reven. Ik heb het even herlezen ook door jullie. En dan, vooral als hij dan een beetje meer tipsy en tipsy raakt zo naar het eind, dan wordt het een enorme brei aan woorden. En ze krijgt het allemaal op papier. En ze deed het echt zonder bandrecorder. En kwam ze, kwam ze bij u op terreinen waarvan u dacht, daar heb ik liever niemand? Tuurlijk. Ja? Maar het lukte gewoon niet. Het lukte niet. Het lukte niet? Het lukte niet om je dan in te houden. Oh. Nee, en ik vond het ook aardig. Dus dan ga je ook praten. Maar noemt u eens iets waarvan u zegt, dat had ik eigenlijk van vooraf niet willen vertellen? Nou, ik zei in dat eerste interview, die begin jaren 70, toen zei ik iets ontzettend stoms. Maar dat meende ik waarschijnlijk toen wel. Toen zei ik dat het huwelijk me vrij maakte. Nou. En daar kwam ze op terug? Of? Nee, helemaal niet. Ze vond dat waarschijnlijk ook door wat jullie net schetsten. Hè, dat het ook niet zo allemaal zo prettig was om getrouwd te zijn. Of zo. Dus misschien zag ze daar juist iets hoopvols in. Ja. Het is wel opvallend hoe sterk ze zelf in die interviews aanwezig is. Hè? Mm. Dan schrijft ze ook ik, dubbele punt, en dan komt de vraag. Waarom deed ze dat, denkt u? Waarom ze dat deed? Nou, je krijgt de ander. Als je haar een vraag stelt, dat is wel zo, dan maakt ze zich snel met een antwoord daarvan af. Dat is waar. Maar het was ook wel zo, als je iets deelde, want ze heeft natuurlijk wel zwaar gehad, hoewel ik ook nauwelijks iets weet van Jappekamp, hoor. Maar ze was ook iemand die heel graag lachte en heel gul lachte. Dus daar kreeg je, als je maar eenmaal samen lachte, dan ging je ook weer makkelijker praten. En ja. Wat moet ik daar nou op zeggen? Ja. Nou ja, jullie zeiden al, ze heeft grote dingen meegemaakt. Dat Jappekamp, meerdere abortussen. Zie je dat terug in die vraaggesprekken?
Ja. Ze heeft wel een paar keer ook in een interview gezegd dat ze dan haar eigen ervaring over abortus gedeeld. Of ze vroeg aan Nelly Kroes van, als ze nu zwanger zou raken, zou je het dan laten aborteren? Dat soort... Oh ja? Ja. Of dat is een kenmerk van Bibeb, dat ze een beetje ontregelende vragen kon stellen. Of zoals aan Reven, dat van, ben je bang dat je kanker hebt? Ja, maar dat vond ik wel heel logisch uit de context voortgekomen, ja, eerlijk gezegd. Of aan Gertie Bierenbroodspot, die hier misschien ook is van, waarom loop je blote voeten? En... Ja, vind ik ook niet een gek dat je aan blote voeten loopt, toch? Nee. Heb jij nog voorbeelden, Adinda, daarvan? Voorbeeld van wat? Nou, we hadden het over, waarom brengt ze zichzelf er zo in ook in die stukken? Nou ja, in principe in die stukken lees je ook niet heel veel over haar. Maar je leest wel door de antwoorden en de vragen die ze stelt, waar ze in geïnteresseerd is. En dat gaat wel heel erg daar. Ja. Ik las in jullie boek een hele mooie quote. Ze was hongerig naar anderen omdat ze een leegte in zichzelf wilde vullen. Ja. Dat zei prinses Irene. Ja. Ja, prinses Irene, daar zijn we ook geweest. Dat was ook wel heel leuk. Mochten we via de achterdeur naar binnen. En die had dat echt het gevoel. Maar dat is ook wel iets wat heel vaak terugkwam. Dat mensen het gevoel hadden dat ze heel erg gezien werden door Bibeb. Dus dat gezien werden? Ja, dat ze ook Lubbers zei dat bijvoorbeeld. Van, ik voel me gezien. Omdat zij het is heel wel bijzonder voor iemand die 12,5 jaar premier is geweest, dat hij bij haar dat gevoel dan kreeg. Want volgens mij werd hij door iedereen gezien. Ja, maar zij was wel in staat om, dat zag je ook een beetje in het Reven-interview, om heel erg aan de ene kant heel veel positieve, heel veel complimenten te geven. En ook echt door te vragen, zodat iemand echt het gevoel had van mijn kern komt naar boven. Dus dat is hoe ik het. Want prinses Irene zegt in jullie boek, ik denk dat mensen die heel erg gekwetst zijn, niet meer willen dat je hun iets persoonlijks vraagt. Ze zetten zichzelf buitenspel. Dat zei ze over naar aanleiding van Bibeb zelf. Is dat goed gezien? Oh. Was er veel wat haar heel erg gekwetst heeft? Zij zei dat ook omdat zij zelf met Fontijn was. En dat daar die ervaring ook zag. Maar Joop Fontijn, sorry. Maar ik denk wel dat er iets in zit. Maar ik vind het ook gevaarlijk om zulke trauma's... Hoe kijkt u daarna, mevrouw van Keulen? Naar wat, precies? Nou, naar waar we het nu over hebben. Ik heb Bibeb ook wel meegemaakt. Ze kon echt ook een hekel aan mensen hebben, hoor. En jawel. Dat zei ze thuis dan natuurlijk, hè? Dat zag u niet terug in die stukken. Dat iemand echt een ongelooflijk gevoel vond. Kunt u een voorbeeld geven? Oh, er waren een heleboel mensen aan wie we allebei niks vonden. Ja. Oh ja. Ja, god. Ja, dat gaat zo. Ja. Maar het ging erom dat ze heel erg gekwetst zou zijn, volgens prinses Irene. Zij gekwetst? Nou, er zal in het verleden veel geweest zijn, ja, natuurlijk. Maar daar had u nooit over? Nee. Wat was dan de pijn? Nee, ze kon toch heel goed iets schouderophalend zijn. En heel snel... Wat was juist, dan de kern van het snel vriendschap? Afwentelen naar de ander. Dat deed ze heel snel. En dan wilde ze weer dat je wat vertelde. Ook helemaal buiten de interviews om. Want de meeste keren dat ik er sprak was natuurlijk buiten die interviews, al die keren aan de telefoon enzovoort. Er kon ook een hele tijd voorbij gaan, hoor. Het is niet bedoel. En ze was ook ouder dan mijn moeder. Het is natuurlijk een hele andere verhouding. En wat was nou hetgene wat jullie bond, waardoor u zegt dat was een vriendin? Wat was dat dan nou volgens haar? Omdat ze allebei een tweeling waren. Oh. Ja. Dus nee, ook zij had heel sterk iets als ik iets zei dat ze vond dat we dat dan vonden. Maar als u dat zegt, hè, die sterrenbeelden, iets wat Cassette tegen haar gezegd heeft. Ja. Was dat zo'n zweverig iemand? Nee, ze was niet zweverig. Ook weer niet, want ze was ook heel nuchter. Maar ze had wel een zeker, misschien komt dat ook door Indië. Daar hechten ze waarde aan, toch? Zeker, ja. God, ik heb het ook wel een beetje, misschien door mijn katholieke achtergrond, dat je toch een beetje die mystiek... een hang daarnaar hebt. Zo. Dat je gewend bent aan kruisbeelden en bloed en zo. En ooit, wie weet, wat er komt. Ja. Ja. Nou ja, maar als u dat zo vertelt, van Crosset had gezegd dat ze die prijs moest aannemen. En ja, daar had deed ze wel ze het ontzag ook. Voor. Daar had ze ontzag voor, ja. Ja. Er waren ook wel echt een paar schilders voor wie ze echt ontzag had. Waar ze echt heel veel meer dan respect voor had. Dat kon je wel merken. Ja. Ja. Jij zei net, Joop Fontijn, daar zei Irene over. Fontijn is zo'n goede journalist geworden door de pijn van het kamp. Je zag bij hem heel duidelijk dat hij niet tegen huichelarij kon. Hij was altijd op zijn hoede. Ik denk dat Bibeb dat ook had. Liet ze daarom weinig van zichzelf zien ook? Ze liet zich nooit interviewen bijvoorbeeld. Nee. Dat is ook iets wat Rinus Ferdinandes, haar hoofdredacteur, heeft ook tegen haar gezegd. Je moet je niet laten interviewen.
daar begint ons boek ook mee. En dat is ook dat, hoe dat precies zit, is wel moeilijk te zeggen. Maar hij heeft dat gezegd. Hij heeft gezegd, je moet je niet laten interviewen, want je moet zelf een blanco blad blijven als je voor iemand zit. Een mysterie blijven. Ja, een mysterie blijven, zodat mensen niks over je weten. En je ik dus wist ook bijvoorbeeld, ik werkte zelf voor Vereniging, want ik wist helemaal niet hoe ze eruit zag bijvoorbeeld. Er was één oude foto van haar. Ja. Ze vond dat een pret. Maar wij denken dat ze dat zelf ook echt prettig vond. En dat het kamp daar wel mee te maken heeft. Maar het is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Maar ze heeft zich dus wel een paar keer laten interviewen. Gaan we straks een voorbeeld van zeggen. Ja. Maar Rinus zei ook, ze had ook helemaal niet zoveel te vertellen. Dus het kwam eigenlijk wel heel goed uit om zich niet te laten interviewen. Ja. Ja, en dat zei ze dat zelf ook. Dus dat is misschien wel omdat hij dat zei. Maar in jullie boek komt ook een curieuze herinnering van Willeke van Amelrooy ter sprake. Hoe zit dat ook weer in elkaar? Bibeb interviewde haar aan het begin van haar carrière. En toen was ze meer een soort sekssymbool soort in die tijd. En haar man, Leendert Jansen, had toen net zelfmoord gepleegd. Vlak voor dat interview, 2 jaar daarvoor. En dat komt in het interview ter sprake. En Willeke van Amelrooy heeft ons verteld aan de telefoon, zei ze ja. En toen vertelde Bibeb mij dat haar eigen man op een dag thuis kwam en toen of dat zij thuis kwam en toen haar eigen man dood met hun 2 kinderen aan het gas vond. Dus Willeke van Amelrooy had altijd gedacht dat Bibeb haar man en 2 kinderen had verloren. Maar wij hadden door al die gesprekken en dingen die we ontdekt hadden, plus dat haar kinderen gewoon nog leven, zoiets van, hé, hoe kan dit? En dat viel later allemaal. Hebt u dit verhaal wel eens gehoord? Nee. Dat moet gewoon een misverstand zijn. Wat wij zeggen, Adina. Dat ze wel vaker dingen vertelde. Of zei van, ik ben vegetarisch, terwijl ze dat niet was. Dus ze had wel de neiging om een beetje als een chameleon zich soms. Ook om aas uit te zetten, om iemand te laten bijten. Ja, dat gaan we straks ook zien. Dat ze dat ook, dat is maar haar dit tactiek. Was niet verzonnen hoor, dat moeten we wel even erbij zeggen. Want haar man heeft wel zoiets meegemaakt. Dus het was een verhaal van een ander. Nee, nu begrijp ik het niet. Ja. Het was het verhaal van je zei net, het is niet gebeurd. Nou, niet haar overkomen, maar haar man heeft wel een vrouw gehad die voor Bibeb, die de George Lampe, die zelfmoord had gepleegd en het kind had meegenomen daarin die dag. Misschien heeft ze dat verteld en heeft ja, waarschijnlijk dat verkeerd begrepen. Ja. Oh, ja, dat denken we. Maar het heeft niks met haar te maken? Nee. Maar het blijft toch een raadselachtige figuur. Hè? Er zijn toch allerlei dingen die we niet van haar weten. En die jullie ook niet te weten zijn. Wat zou jij dan van haar nog willen weten? Nou, bijvoorbeeld inderdaad die doorwerking van het kamp. Want jullie noemen ook in het boek, hè, dat ze iemand interviewt die ook in het kamp heeft gezeten. En dat ze daar dan helemaal niet over gesproken heeft. Micha de Vrede. Ja. Ja. Dat is toch curieus? Ja, maar Micha de Vrede zelf vond dat heel normaal. Oh ja? Dat je dat niet met elkaar gesproken? Ja, omdat daar gewoon in die tijd niet zo open over werd gesproken. Is dat zo? Ik bedoel, ook kampslachtoffer zelf niet. Dat zei Micha de Vrede van, nou, dat deden we niet. Ze had ook jarenlang in de klas naast een meisje gezeten die in hetzelfde kamp had gezeten. En ze hadden er nooit met elkaar over gesproken. Die laatste ontmoeting hè, van die u had met Bibeb, denkt u daar nog vaak aan? Ik denk er nog wel aan. En zeker nu ik dit gisteren van de week ook, toen ik wist dat deze avond kwam, moest ik er ook alweer aan denken. En ik zie het ook nog heel scherp voor me. Maar wat ik ook haar nog in bed, maar ook levend hoor. En als ik het ook weer zie, ik herinner me heel sterk haar bewegingen vooral. Dat verschuilen en die kettingen en de kleren. Ja. En zoals ze opendeed en er wat krakende stem. En nog niet lang voor ze naar het verpleeghuis ging, was ik nog een keer bij haar thuis. Dus er waren ook mensen voor wie ze zelfs nooit opendeed. Maar als ze wist dat ik kwam, en dan zorgde ze dat er een kaartje was ook voor de auto die ik kon neerzetten en zo. En toen kwam ik binnen en dan weet je ook gelijk op een ander been te zetten. En dan is het echt zo. En heb je nog een leuke minnaar gehad? Is dan weer, maar toen was ik ook zo al 60. Maar dan vraagt ze zoiets, ja. Dat hoorde bij. Ja, god, ja, moet je gaan lachen, ja. Ja, zo kon je ineens. Je denkt van, nou, kom gewoon nu langs en hoe is het met je? Nee, dat is het eerste wat ze zegt. Dus dan. Ja. Want we hadden het daar straks even over Joop van Tijn. Het is opvallend dat haar laatste interview verscheen in juli 1997. Kort daarna is Van Tijn gestorven. En dat was ook meteen het einde van Bibeb als interview in Vrij Nederland. Hè? Hebben jullie daar nog iets over
ontdekt of er echt een verband is tussen die twee dingen. Kon ze niet zonder hem schrijven. Dat hij heel belangrijk voor haar was, maar ja? Ja, dat weet je ook. Maar ja, ja zeker. Dat, en ook dat bijvoorbeeld bij politieke interviews, dan kon ze het eigenlijk niet zo goed zelf. Dus gaf hij haar de vragen. En dat merk je ook in die interviews. Want dan... Dat werd in de redactievergadering besloten wie zij ging interviewen. Ja. Aan het einde lees ik in jullie boek. Ja. Maar zij was wel veel meer geïnteresseerd in de alle persoonlijke verhalen. Maar jij wilde toch eigenlijk ook Henny Vrienden interviewen? Ja, dat laatste interview van Bibeb. Ik was al jaren bezig geweest om Henny Vrienden te strikken voor Vrij Nederland. En toen was het gelukt. Hij zei, laten we het maar doen. En dat vertelde ik aan Joop van Tijn, heel enthousiast. Want het is gelukt om Vrienden te strikken. En toen was hij een tijdje stil en toen zei hij niks. En dat wat vaak gebeurt natuurlijk als je stil bent. En toen zei hij, ik ga je nu iets vragen wat je heel moeilijk zult vinden. Maar er is maar één antwoord op mijn vraag en dat is ja. Hij zei, Henny Vrienden staat al jaren heel hoog op het lijstje van Bibeb. Schrijf je dit interview door naar haar? Nou ja. Ik moet zeggen dat het huilen me nader stond aan het lachen. Maar ja, aan de andere kant. En zeker omdat het de laatste stuk is geweest, ben ik toch blij dat het zo gelopen is natuurlijk. Maar hoe vond je het interview? Ik vond geen goed interview. Nee, het was zelfs een vrij slecht interview. Ik wil niet zeggen dat ik het beter had gedaan, maar ik denk niet dat dat nog de ontbrekende schakel in haar oeuvre was. Nee, dat was echt... Nou, ik kan je nog iets zeggen. Ik weet dat toen ze nog thuis woonde, en toen was ze toch ook al 90, zeker... Dat ze zei dat ze een verzoek had, ik dacht van Querido, en dat ze had toegezegd dat ze nog haar memoires zou schrijven. En dat ze daaraan wilde gaan werken. Maar of ze daar ooit aan begonnen is, weet ik niet. Dus die liggen dan in de kant. Wie weet. Maar ze was het van plan. Maar we hadden het wel aan Querido gevraagd, want daar is het boekje verschenen. Maar zij zeiden dat ze konden dat niet terugvinden. Maar dat kan natuurlijk haar in een la liggen. Ja. Ja. Waarom zouden we ons Bibeb eigenlijk moeten blijven herinneren? Omdat zij bijzonder was, omdat haar manier van interviewen bijzonder was. Die gebeurt niet meer, denk ik. Vinden jullie ook niet? Nou ja, er zijn navolgers natuurlijk. Je hebt Johan Ischa. Ischa ging heel ver in die tijd, Ischa Meijer. Maar dat was toch meer... Daar bent u ook door geïnterviewd? Ook wel eens, ja. Maar dat was een hele andere aanpak? Ja, dat was bij de radio dan of zo. Ja. Nee, maar die kon ver gaan, die kon hele verrassende vragen stellen. Maar Bibeb was zoals een biograaf is, als hij een biografie schrijft. Maar zij deed het dan middels een interview. Heeft zij dingen al uit u gekregen die u niet wist van uzelf? Ik denk nooit over mezelf. Dus het antwoord is ja? Nou, dat vindt de lezer dan misschien. Ik zal je zeggen, ik heb over een paar weken dus een dagboek wat uitkomt. Dat speelt van 77 tot 79, 2,5 jaar ellende. Daar komt Bibeb ook nog in voor, maar zo heel, heel af en toe maar. En daar ben ik heel erg van geschrokken toen ik het uittikte. Oh ja. Want je wil dat eigenlijk niet, dat het allemaal naar buiten komt. Maar zij legde een vinger op de gevoelige plekken. Dat kon ze. Maar het is ook omdat je, als je geïnterviewd wordt... en in feite, zeker als politicus ben je gewend om te spreken... maar als je schrijft, dan trek je inderdaad graag terug. Dus wat zij zegt, die eenzaamheid, dat begrijp ik wel... En dan ineens moet je ineens van alles vertellen. En dan, dat kan wel eens lastig zijn. En dan ga je voor de bel en dan ga je vaak dingen zeggen die je niet kwijt wil. Wat wou jij zeggen, Adinda? Nou, dat de kracht niet alleen maar in het interviewen zelf lag, maar ook heel erg in het schrijven daarna. En dat ze in staat was om het zo op te schrijven dat het soms waarder was dan de manier dan hoe het gezegd was. Dus dat vond ik wel bijzonder, dat mensen zeiden, ik las het dan. En het waren niet helemaal letterlijk mijn woorden, maar het klopte meer dan ik eigenlijk heb gezegd. Nou, waar ze ook goed in was niet nalezen. Dan moest je helemaal naar Scheveningen komen om het alsnog dat te lezen. Mensen wel. Want het moest met de taxi naar Vrij Nederland. Dat stuk op het allerlaatste moment. Dus er was eigenlijk geen tijd voor de geïnterviewde om het nog door te lezen. Tenzij je naar Scheveningen kwam. Maar zij wist Adinda dus scherper te verwoorden wat mensen dachten wat ze zelf wisten. Iemand, Maya van Hal omschrijft haar ook als eigenlijk bijna een kunstenaar. Dus ze maakte een portret van iemand. En dat is dus niet helemaal letterlijk elk lijntje. Maar het was wel een treffend portret. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. Heeft die zoektocht wat toegevoegd aan jullie eigen leven? Nou, ook wel
tenminste, als ik eerst had zeg maar. Over dat ze was een enorme workaholic. En dus was niet zo'n hele goede moeder. En dat vond ik wel leerzaam. Dat je denkt van je wil een hele goede interviewer zijn. En dat daar kan je ook heel veel voor opzij zetten, maar niet alles. Het gaat ook ten koste van iets. Ja, bij haar zeker. Ja. Ja. Ik zie jou een beetje afwachtend kijken. Oh nee, ik zat gewoon te denken. Ja. Dat ze zo nu rood was. En dat wil ik een nu rood? Ja. Ja? Ja, dat hebben we wel gehoord van verschillende mensen. Nou, vooral met dat werk. Dus als ze iets af moest, dat ze dan... Dat iedereen moest gewoon wijken en dan belden ze... En ook de kinderen. Ja, en dan belden ze het hotel, want ze woonden naast een hotel van... Jullie gaan toch niet boren vandaag? Oh, ja. En dan... Dus alles moest wijken voor haar interview? Ja. Ja, maar ze was ook hartelijk en lief en troostend. Die kant was er ook. Ja, maar dat zag je natuurlijk niet als je in haar... Dan mag je best eens boren, bellen over boren, bedoelt u? Nou, een knappe klusjesman of zo. Ja. Wij gaan zo meteen naar een van de spaarzame interviews met Bibeb kijken. Door Renate Rubitsch. Daar moeten we ergens nog op letten als we gaan kijken. Is er nog iets saillants? Wat ik echt bijzonder vond, is dat er dus nooit... ze zou nooit geïnterviewd zijn. Dat werd ons altijd verteld. Ja. En toen we dat vonden, toen waren we helemaal... Saillant is dat ze collega's waren en eigenlijk ook een soort rivalen. Zou je kunnen zeggen dat ze van twee verschillende scholen zijn. Ja. Ja. Ik vond het in elk geval heel erg leuk om met jullie alle drie gepraat te hebben. Dank jullie wel. Dank je. Van het Weekblad Vrij Nederland, maar waarschijnlijk ook voor een heleboel andere mensen, is Bibeb een begrip. Sinds jaren schreef ze voor dit blad interviews met alle soorten van mensen. Politici, professoren, schrijvers, schilders, sportmensen. Iedereen die in het nieuws is, erin geweest is of er binnenkort in komen zal, wendt zich vroeg of laat via deze vrouw tot het publiek. Hoewel een Bibeb-interview altijd enkele stijlkarakteristieken heeft die kenmerkend zijn voor haar... is het meest opvallende eraan juist dat zij haar eigen rol erin zoveel mogelijk wegcijfert. Dat maakt dat zij zelden een kritisch geluid laat horen. Maar gek genoeg heeft dat juist tot resultaat dat de mensen zich erin onthullen als de praatjesmakers en opscheppers die ze vaak zijn. Het is alsof Bibeb ze door haar instemmend aanmoedigen het touw aanreikt waaraan ze zichzelf kunnen opknopen. In deze kunst van het commentaarloze noteren is Bibeb in de laatste jaren steeds bedrevener geraakt. Zijzelf heeft zich, naar ze mij zei, nooit laten interviewen. Het is mij daarom een extra genoegen haar hierbij aan u voor te stellen. Bibeb, kun je mij zeggen hoe je die interviews noteert? Doe je dat met een tape recorder? Uit je hoofd? Nee, ik schrijf alles heel vlug op. Korte, afgekorte woorden natuurlijk. En ik probeer zo te schrijven dat ik dat de mensen vergeten dat ik schrijf. Want ik geloof dat dat een essentieel punt is, dat ze niet zien dat je noteert. Ze vergeten het ook wanneer je hun blik vasthoudt terwijl ze vertellen. Ja, ja. Dus ze kijken je een beetje in de ogen terwijl ze praten. Nou, het remt, hè. Ik heb wel in het begin, merk ik, dat mensen dicht sloegen wanneer ik ging noteren. Of bang was dat ik misschien een woord niet zou kunnen teruglezen. Dat merk ik nog wel eens. Als ik ineens een soort... twijfel krijg en denk ik, kras nu wel wat, maar wat staat er? Ja. Als ik dan weer opkijk, zie ik dat er iets... Dan is het moment weg. Ja, ja. Maar krijg je daar nooit last mee achteraf?
Zijn er niet mensen die je interviews wel willen zien voor ze gepubliceerd worden en die dan de onvriendelijke dingen of de dingen die hun ijdelheid niet strelen eruit willen schrappen? Tot nu doen we dat niet meer en nu hoef ik dat niet meer te geven, een interview ter lezing, ter inzage. Vroeger wel en dan kreeg je dingen die ik zelf verschrikkelijk vond. Na uren praten kwam dan iets los wat belangrijk was en dan 's ochtends werd dat geschrapt. Ik heb dat met interviews ben ik wel vergeten, de meeste, maar dit soort dingen die liggen me allemaal nog heel duidelijk in het geheugen. Voorstellen. Maar waarom zeg je vroeger moest dat en nu niet meer? Vroeger was dat gebruik en ik heb nu nog wel zo dat wanneer ik zie dat iemand helemaal dicht zit, dat ik het dan vanzelf aanbied. Omdat ik dat dan maar liever heb dan dat stroeve gepraat. Ja, ja. Te meer omdat ik niet direct 4-5 uur van iemand krijg, dat begint meestal met een uurtje. En anderhalf, het gaat dus, je zit toch bijna altijd in tijdnood. Ja, dat staat er ook vaak in. Ja. En je krijgt de mensen er wel makkelijk toe? Om zijn er ook wel mensen die het niet willen, die het weigeren? Omdat dat hangt erg van de aard van de mensen af. He, er zijn er verschillende die het helemaal niet doen. Die zijn dus bang. Ja. Anderen die houden niet van mijn soort interview. Wat ik ook wel begrijpen kan. Want het is eigenlijk een verraderlijk soort. Ja. Noteren. De band is. Er ontstaat terwijl we zo praten ook bijna altijd een soort band met de geïnterviewde en mij. Ja. Een op vriendschap af. Een relatie. Ja. En die duurt af en toe. Soms duurt die 3-4 dagen. Dat hangt er van af wanneer het interview geplaatst wordt. Maar hij is bijna altijd na verschijning van het interview gekapt. Op maandag ga, dan heb ik dat. En het komt de volgende week erin. Dan heb ik een week lang een bepaalde relatie. Tot iemand die nog wel eens opbelt en zegt, we zouden nog wel eens kunnen praten. Ja. En voordat je naar iemand toe gaat, je hebt je meestal wel goed voorbereid, heb ik de indruk. Hè? Dat kun je er wel aan merken. Maar heb je dan ook een soort mening over die man? Of sta je in principe eigenlijk helemaal open voor wat hij nou... Ik probeer zo open mogelijk te staan. Hè? Want ik heb natuurlijk veel ervaring hierin. En ik heb gemerkt wanneer ik me dus of laat ophitsen tegen iemand, van binnen, door mezelf of door een ander, dat het op de een of andere manier niet gaat. Hè? Dan al reageer ik, er zijn ook dagen dat het me niet goed lukt. Dan ga ik weer terug. Hè? Dat zijn dagen dat ik zelf geneigd ben tot praten. Of tot in de reden vallen. Of, hè? Ja, ik vind dat... Ik heb ook wel eens hele scherpe vragen. Die bewaar ik bijna altijd tot het laatst. Totdat ik denk, nu is er weinig meer te verliezen. Ja. En nu zeg ik zo gauw. Hè? Ja, maar daar zit toch en iets... Er zit iets verraderlijks in. In zoverre dat ik vind dat een heleboel van de interviews suggereren als dat je die mensen al vreselijk lang kent. Die suggereren een soort intimiteit. Ja. En die, ik weet niet, die zal er vaak ook zijn, want een heleboel mensen ken je ook al lang. Dat is ook zo, ja. Er zijn natuurlijk verschillen die ik echt wel lang ken. Hè? En dat is des te moeilijker. Ja, maar dan moet toch ook wel eens in zo'n interview, en dat vraag ik me af waarom je dat niet overbrengt, dan moet toch wel eens momenten komen waarop jij iets vraagt waar iemand zegt, nou ja, daar heb ik echt niks op te zeggen. Of dat hij een belachelijke vraag vindt. Of waarop iemand iets zegt wat jij zelf niet kunt accepteren. Hè? Maar dat in die interviews heb je altijd de indruk, het gaat zo conflictloos. Alsof jij je een beetje identificeert met die mensen. Een beetje met ze meedenkt gedurende dat interview. Dat doe ik ook. En ik moet ook zeggen, die gesprekken zijn vrij conflictloos. Hè? Ja. Het is, en ik vind ook dit de beste methode om ze uit hun hol te lokken. Kijk, voor mij is dat een discussie, maar op een ander plan. Ik probeer naar iets wat me... Ik ben natuurlijk grenzeloos nieuwsgierig als ik tegenover zo iemand zit. En ik wil graag iets weten wat hij eigenlijk niet van plan is om te zeggen. Hè? Zo'n man die zich, of een vrouw die zich laat interviewen, die heeft natuurlijk wel een beetje in zijn hoofd wat hij eigenlijk zou willen vertellen. Maar er zijn dingen die hij niet prijs wil geven. En daar zit ik achterheen. Dat is het enige wat mij enorm boeit. En wat me ook verschrikkelijk opwindt, terwijl ik het doe. En ik voel ook terwijl ik het doe aan mijn emotie of dat interview goed wordt of niet. Hè? Af en toe krijg ik dan dat gevoel van, dit wordt goed, dan is er iets heel vreemds. Dan zie ik dat de vent dingen zegt die uit zijn mond rollen. Hè? Waar die eigenlijk wel zijn tong wel kunnen afbijten. Ja. Hè? Het is een gaaf. En dan is het... Tafel willen vragen Tom Kellerhuis en Sarah Berkoyan.
Lekker zitten, hoor. Tom, jij kan wel bij de wijn, hè? Voor jullie. Les 1. En water. Nooit alcohol drinken als je geïnterviewd wordt. Is dat zo? Nou, hou je altijd strik aan. Nee, want ik ga nu een glas nemen. Ja. Ben jij ook, Sarah? Ja, noem maar. Wat vonden jullie van dit interview? Heel leuk. Ja? Beschitterend. Ja, heel leuk om te zien. Want? Nou, hier herken je dus heel veel van het vak. Ja. Noem eens wat. Bijvoorbeeld wat zij zegt, dat je als je bezig bent met iemand en je interviewt hem, dat je tijdens het interview voelt van dit wordt geweldig. Hier zit iemand bijvoorbeeld te vertellen dat het einde carrière is. Ik heb trouwens nog niet verteld dat jij voor HP De Tijd interviews maakt en jij voor de Volkskrant. Maar de meeste lezers en mensen in de zaal weten dat natuurlijk wel. Maar je zegt, ik herken dingen. Nou ja, ook dat autoriseren bijvoorbeeld. Terwijl dat je dan, dat vind ik wel heel interessant. Maar zij zei, dat doe ik tegenwoordig niet meer. Nou ja, dat herken ik dan weer niet. Maar wel over hoe dat gaat. Weet je, dat autoriseren je is voor mensen die dat niet weten? Dat je tekst voorlegt aan de geïnterviewde. En dat die dan, meestal heet dat dan checken op feitelijke onjuistheden. Maar dat gaat natuurlijk altijd over net die dingen die je eruit hebt weten te sleuren. En wat herken jij dan? Nou ja, dat zij zegt ook van dat je bent dan heel lang bezig om ergens te komen om een bepaalde uitspraak te ontlokken. En nou ja, uiteindelijk is dat dan gelukt. En dan, dat zijn dan altijd net de dingen waar die geïnterviewde dan moeilijk over gaat. Kun je een voorbeeld noemen uit je eigen recente werk? Zaterdag had ik een interview met Peter Faber bijvoorbeeld. En die had dat gelezen en die belde me op de volgende dag. En toen zei hij van, nou, ik vind het verschrikkelijk wat je gemaakt hebt. Oh ja. Alles over mijn huwelijken moet eruit. En dan? Nou ja, dat is wel even de paniek slaat wel even toe natuurlijk. Want dan denk je van, hoe ga ik er nou uitkomen met deze man? Want ik wil natuurlijk... Ja, het heeft niet zoveel zin om dan meteen te zeggen van... Sorry, maar dat gaat niet gebeuren. Dus dan moet je wel een beetje proberen... Dat maak je niet een afspraak van tevoren? Ja, je maakt wel een afspraak, maar de afspraak is wel... Is eigenlijk van, je mag checken op feitelijke onjuistheden, maar... Ja, omdat het toch altijd wel net iets verder gaat, is het ook nooit zo heel slim, denk ik, om dan van tevoren heel erg te zeggen van de afspraak is feitelijk onjuistheden en verder niks. Want dan raken mensen ook een beetje, daar kunnen ze ook van op slot raken. Tom, wanneer heb jij voor het laatst iemand 20 uur geïnterviewd? Nou, 20 uur is wel heel lang. Maar ik heb voor het laatst Joost Zwageman 10 uur geïnterviewd. En dat is voor deze tijd al vrij lang. Ja. Maar we hebben allemaal steeds minder tijd. En dat zijn Bibep-achtige... afmetingen qua tijd. Kun je wel zeggen, 10 uur. Maar gebruikelijk is dat niet, hè, tegenwoordig. Mensen willen die tijd ook niet meer nemen. Hebben de tijd ook niet meer om zo lang geïnterviewd te worden. Maar ik zou het zelf ook niet willen, hoor. Wordt het daar beter van als je 20 uur praat? Lijkt mij niet. Nee? Nee, ik kan me niet voorstellen. Maar ook als je al... Je hebt ook een bepaalde concentratie. En die kan je nooit... Ja, zoals dat interview met Maarten het Hart van Bibep. Dat is dan... Dat bestaat uit 3 of 4 sessies in totaal 30 uur. 30 uur, ja. En Maarten het Hart had daar dan later zelf over gezegd van... ja, de eerste dag praatte Bibep alleen maar over zichzelf. Ik kwam er helemaal niet tussen. En dat was dan ook... Hij dacht dat dan achteraf had hij dat ingeschat als tactiek van haar. Want hij dacht daardoor van, nou, mag ik ook eens een keer wat vertellen? En toen die tweede dag, toen ging hij maar alles eruit gooien. En was het ook tactiek? Weet ik, dat is geen idee. Uiteindelijk was het wel een heel goed interview. Maar ja, 30 uur, ik bedoel, dat is... Nou ja, volgens mij krijg je er ook zo'n ontzettend lam handje van, hè? Als je zit te schrijven aan één stuk door. Ja, ik neem sowieso natuurlijk alles op. Ja? Ja, jij toch ook? Ik ook. Ja. Bij televisie is dat ook handig natuurlijk. Ja. Maar voor de krant ook. Ja. In die tijd dat Bibep daarmee begon, waren die bandrecorders nog ook zo groot. Hè? Dus die kon je niet zomaar even op tafel leggen. Dat was meteen pontificaal. Ja. Tegenwoordig zijn die dingen zo klein. Wat je probeert als interviewer, dat zei ze ook net. Je probeert eigenlijk in die korte tijd dat je bij iemand bent die je alleen maar op dat moment kent. Zij zegt 3, 4 dagen. Maar daarna hield het ook op. He, daarna had ik geen contact. Dat is interessant. Ze zegt bijna vriendschap en probeer daarna kap je het af. Nou ja, ik heb al gezegd, ik probeer in 1,5 uur. He, want dat is ongeveer zo'n beetje de huidige tijd die we nemen voor zo'n interview. Ik in 1,5 uur de beste vriend te worden van de interviewkandidaat. Maar zij zegt ook, het is ook een soort... Ik ben uit op iets en als ik de buik binnen heb, zegt ze eigenlijk, dan is het ook alweer klaar. Nou, Jan Kramer belde ik even, want die was bevriend met Bibep. Jij kent ook iedereen, hè? En nou, dat is in ieder geval een goede vriend, ook naar aanleiding van een interview, maar dat is er maar één. Zo vaak gebeurt dat ook weer niet. Maar die zei tegen mij dat hij
met Bibep zoiets had van ja, dan zit je eindelijk op je praatstoel en dan klapt ze de notitieblok dicht en dan zegt ze dit was het, ik heb het nu wel, weet je. En dan dat was het dan en ook. Dan was het dan. Ja. Oh ja, dan was het klaar. Ja, maar dan had ze dus alles al. Is dit, Sarah, hoe oud ben jij? 35. Is Bibep voor jou een naam uit het Museum van de Journalistiek? Ja. Ja? Ja. Echt iemand van vroeger? Ja. Heb je wel een kijk, wij voegen je nu om een paar stukken te lezen. Kende je haar al wel? Ik ken haar nu omdat... Ja, vanaf de afgelopen paar jaar. Omdat je dan op een gegeven moment gaat verdiepen in andere interviewers. Maar niet van daarvoor. Wat vind je van haar werk als je daar nu naar kijkt met jouw ogen? Nou ja, sommige dingen zijn nog steeds echt goed. Noem eens wat. Nou, zoals het interview met Maarten het Hart. Aha. Maar waarom is dat goed dan? Nou, omdat het is gewoon super persoonlijk. Hij vertelt echt heel veel. Hij gaat echt, ja, het gaat echt over diepe persoonlijke dingen. En het bouwt mooi op. Dat is bij dat Reven-interview trouwens ook. Het heeft wel gedateerde dingen die nu niet meer zouden kunnen. Maar tegelijkertijd staat het nog wel als een huis. En dat is wel bijzonder. Dat vind je mooi aan haar. En wat spreek je niet aan? Ik zou zelf nooit mezelf zo in een interview schrijven als ik. En ook mijn mening, weet je wel. Dus, want dat doet ze heel nadrukkelijk, hè? Ja, en ook haar zoektocht. En hoe, weet je wat, dat vind ik... Ik hou er ook niet zo van om dat te lezen dan. Nu is het grappig omdat je weet over wie het gaat. Maar als ik haar niet zou kennen en ik zou dan een stuk lezen... dan zou ik denken van, jeetje... Waarom moet je dat, waarom moet je dat allemaal weten? Ik werd laatst, waar ik zelf niet bij was trouwens... op het columnistenfeest van de Volkskrant... de meest narcistische interviewer van Nederland genoemd. Sorry. Door Jean-Pierre Gele. Dus jij bent er niet zoveel problemen mee. Ik ben er niet zo vies van. Nee, sterker nog, ik lees bij jou ook wel eens complimenten terug... die de geïnterviewde jou maakte. Van, dat heb jij goed gezien. Ja, daar ben ik ook niet vies van. Ja. Nee, dat schrijf ik erop. Roel Heertje deed dat, ja. Ah ja, want je denkt, staat het er maar in. Nou, nee, maar je moet... Het zijn ook vaak citaten. Ik speel daarmee, ik maak daar een spel van. Als je mijn werk terugleest, dan zul je zien dat het vol staat met citaten... van de grootste interviewers van dit land. Want er zijn er niet zoveel, zoals jij weet. Mm. Ik denk dat hier ongeveer de helft al zit van wat er aan talent rondloopt in Nederland. Nou ja, laat het er iets meer zijn. Maar... Een interessante kwestie waar ik het toch over wil hebben. Interviewen vrouwen anders dan mannen, denk jij? Ik heb geen idee. Nou ja, je kent wel het werk van mensen. Hè? Je leest collega's, neem ik aan. Ik vind het toch wel lastig te zeggen. Of maakt dat gewoon geen verschil? Ik denk dat het wel verschil maakt, maar ik weet het. Ik vind het lastig om te zeggen wat het dan is. Wat denk jij? Ik denk dat het zeker verschil maakt. En dat je tegenover Louis van Gaal beter een vrouw kunt zetten dan een man bijvoorbeeld. Maar dat heeft met iets heel anders te maken. Dat heeft met te maken met de charme die je kennelijk dan op hem wil loslaten. Ja, goed. Maar de charme waar hij gevoelig voor is. Waar hij misschien gevoelig voor is, ja. Ja. Maar ik denk dat het niet waar is. Ik denk dat... Goed interview, toch eerlijk gezegd. En ik wil mezelf niet als de beste scharen, maar dat is toch een kwestie van talent. En, wel? Ja, zeker. Toch? Ja? Er zijn echt niet zoveel mensen die dat toch een opluchting, hè? En hoe komt dat? Nee, maar hoe komt dat? Hoe komt dat? Je gaat niet met een lijstje van vragen op iemand af. Als het zo zou zijn, dan zou inderdaad iedereen dat kunnen. Hè, dan zou iedereen met hetzelfde terugkomen. Bijvoorbeeld, Bibep met die politieke interviews. Die vragen waren bedacht door Joop van Tijn en door andere redacteuren. En ik had ook, toen ik bij de Haagse Post met de serie 100 vragen zat, ook een heel corpus van... mensen werden ingehuurd om vragen te bedenken. Oh, echt waar? Ja, maar dat was alleen maar effectbejag. De meest verschrikkelijke vragen werden daar bedacht. En ik moest ze stellen. Oh, ik herinner me nog aan Rob Scholten. Hoe lang bent u? Nou ja, dat was vroeger. De vraag was, mag ik u een ernstige vraag stellen? Dat was trouwens ook een parodie op de serie van Henk Binnendijk van de EO. Mag ik u een ernstige vraag stellen? Dat was vlak na de aanslag op zijn leven. Waarbij hij zijn beide benen verloor en zijn ongeboren kind. De tweede vraag was, ja, zei hij, waarop ik zei, mag het een hele ernstige vraag zijn? En dan zei Henk Binnendijk als derde vraag dan van, hoe denkt u over God? Nou, ik vroeg aan Rob Scholten, weet u hoe lang u bent? Waarop hij zei, ja, 1,33 meter. En staat dat in uw paspoort? Maar dat was tactiek. Dat had ermee te maken dat die jongen om was zo... Om gunstig te stemmen, zeg maar. Nee, die was zo paranoia, die praatte alleen maar in complottheorie. En ik wilde eigenlijk alleen maar over het verlies van die benen praten. En dat is gelukt door deze tactiek. Dus het hele interview gaat alleen maar over die... Maar laat je dan ook niet te veel als interviewer zien... hoe slim en geestig en bijzonder je bent?
En hoe belangrijk je bent. In dit geval was het tactiek. Ja. Maar ik heb ook moeten vragen, bijvoorbeeld mijn eerste vraag aan Jack Spijkerman was, en niet vanwege het feit dat hij nou zo mooi is, of hij wel eens door een hoer is geweigerd. Dat waren vragen die bedacht waren door de redactie. Maar dat was niet de eerste vraag in het interview, toch? Ja, dat was de eerste vraag in het interview. Ja, ja. In de geschreven versie. Nee, ook in de geschreven. Nee, maar ik was wel zo eerlijk om, ja. Zoals Bibep zegt, die truc ken ik ook, hè, dat je de meest vervelende vragen tot het eind bewaart. Want het kan gebeuren dat de geïnterviewde tegen je zegt, nou maar weg. Jongen, hier heb ik geen zin in, oprotten. Ja. Ja. Dat is me ook wel eens gebeurd. Maar sowieso is dat gewoon een goed idee om de vervelende vraag tot het eind te bewaren. Ja, ja, ja. Maar je moet het soms ook aandurven om ermee te beginnen. Kan ook heel verrassend werken. Dat ja. Waar denk jij dan aan? Want je zegt dat nu. Nou ja, dat is eigenlijk altijd zo. Want je begint altijd met iets onbenulligs. Of in ieder geval, je kan ook met iets ontregelends beginnen, maar dat werkt niet bij iedereen. Dus dat moet je een beetje. Ik heb het wel eens gehad met Bram Moskowitz, die ik interviewde voor Kijk in de Ziel. En toen kregen we inderdaad het aan de stok met elkaar. Toen zei hij, ja, zie je wel, ik dacht het wel, op het laatste blaadje staat hij. Nou, dus die had ook echt gedacht van, daar wacht hij mee tot het einde. Maar ja, ja. Soms loopt dat zo, je moet het opbouwen. Ja, maar ook omdat je wil ook in een interview een bepaalde spanningsboog hebben. Die, zeg maar zo, wil je dat in het uiteindelijke stuk. Maar zo moet het ook in het gesprek een beetje gaan. Je werkt ja. ergens naartoe. Maar het staat vaak niet in de krant als het interview is gegaan, want je monteert. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Want nee? Kijk, jij zegt, ze mogen het lezen op feitelijke onjuistheden. Ik voeg daar nog twee, maar dat zijn ook echt de laatste restricties die ik eis. Ze mogen het bekijken op zaken die uit de context zijn gerukt. En feitelijke, zaken die off the record zijn, moeten vooraf worden gemeld. Dus je kan niet nog eens achteraf zeggen, ja, maar dat mag er niet in. Maar dat is heel vervelend, want als je dat afspreekt met mensen, gaan ze steeds zeggen bij elk saillant dingetje, dit is trouwens niet bedoeld voor het stuk. Nee, ik zeg het niet van tevoren, ik neem het aan. Hè, dat zijn voor mij de regels waarop ze het mogen lezen en... Maar dat zeg je achteraf, die regels. Nou, ik noem ze niet eens. Ik noem ze niet eens. Als er gezeik is, zeg ik, ja, maar dit waren de regels. Ja, precies. Maar ja, dat is dus toch vooraf afspreken. En wat ik anders ook zeg, want dat doe ik ook wel eens. Dan zeg ik, maar als je nou zoveel problemen hebt, dan pakken we gewoon het bandje en dat sturen we op naar Radio 1. En dan laten we het daar gewoon afspelen van hoe het nou precies is gegaan, weet je. En dat willen ze vaak helemaal niet. Dat is meteen zo met het mes op de keel. Je kan het er ook gewoon met overleg uitkomen. Nou, soms lukt dat, maar vaak ook niet. Ik doe dit ook al een hele tijd. Ik heb dat misschien twee keer gehad, dat niet in de midden geschikt kon worden. Ik heb een paar keer bijna tot een proces. Ja? Ja. Maar jij hebt toch ook een ruzie met Roel Heertje gehad? Ja, dat is waar. Ja. Nee, kijk, je hebt natuurlijk wel eens ruzie met iemand. Die begon bij mij te huilen. Ja, dat was echt. Ja, ik had toch liever ruzie. Ja, ruzie. Nee, ik vroeg net ook aan Sarah, hè, of het iemand uit het museum is, Bibep. Ben jij door haar beïnvloed? Nee, ook niet. Maar ik ben ietsje ouder dan Sarah. Maar ik begon te... Hoe oud ben jij? Ik ben 53. Mm-hmm. Op Facebook heb ik trouwens een andere leeftijd. Dus ik ken dat wel. Want daar staat geloof ik 73, hè? Nee, op Facebook ben ik 10 jaar jonger. Maar dat heeft een andere reden. Nou, die wil ik dan wel weten. Dan moet je het interview lezen wat ik met Tom heb gedaan voor de Volkskrant. Nou, daar staat nou vertel het even. Dat moet je echt lezen. Dat moet je gewoon lezen. Maar wat was de vraag ook weer? Nou, of jij beïnvloed bent op Bibep en je zei nee. Nee, want ik ben van een andere bloedgroep. En ik begon te interviewen zo rond het moment dat zij haar laatste interview geschreven had. Maar ik ben van de Haagse Post. Dus ik ben eigenlijk, mijn leermeester was Ischa Meijer. En ik ben ook opgeleid door zijn leermeester, namelijk Bert Vuijsje. Dus ik had veel meer connectie met die gekkigheid van Ischa. En zijn er parallellen tussen die twee? Zeker. Maar er zijn ook parallellen volgens mij tussen jou en Bibep en tussen mij en Bibep en tussen jou en Bibep. Nu ik het allemaal en vooral de laatste tijd lees, vind ik sommige interviews echt steengoed. En dan zie je echt gewoon dat ze de meesteres was van... het diepte-interview van het persoonlijke gesprek. Wat mij altijd opvalt is dat je van de stukken van Bibep iets kunt leren als jonge journalist. Hoe doet ze dat? Hoe zet ze iemand neer? Van de stukken van Ischa kun je veel minder leren, omdat dat geheim in hemzelf zat. Dat kun je niet nadoen. Nee, maar je kunt wel zijn manier van bewondering, zijn manier van geïnteresseerdheid, zijn preoccupatie met zijn slachtoffers, om het zo even te noemen. Daar kun je wel heel veel van opsteken. Ja. Maar heb jij Bibep nagedaan? Ja, ik denk dat bijna elke, ik ben 52, dat bijna elke journalist, interviewer van mijn leeftijd door haar wel beïnvloed is. Ja. Ook hoe ze mensen typeert,
denkt na, trekt aan sigaret. Dat doe je in het begin allemaal, omdat je denkt dat dat mooi is. En dat je dan een Bibeb-achtig stuk hebt geschreven. En later wordt dat kaler en kaler. Maar ik ben daar zeker door beïnvloed, absoluut. En ik weet ook wel dat ik haar voor het eerst ontmoette. Want dat is natuurlijk een soort best bewaard geheim van Vrij Nederland. Ze kwam daar nooit. En ik heb haar één keer op het einde van haar leven een hand gegeven. En ik was ook helemaal verbaasd dat zij het was. Het was toch een soort kruidenvrouwtje wat op me afkwam. Met een beetje kraakige stem. Zo werd ze ook genoemd, toch? De Reven? Die ja, maar goed, dat is dan Reven. Maar als je er dan ontmoet, dan is dat toch anders dan je dacht. Ja, ik vond... Zij was echt een mysterie, een groot geheim. En dat is natuurlijk wel mooi. Want als je op de televisie komt of op de radio, bederf je dat al heel snel. He, dat je bent geen verrassing meer. Bij Ischa werd het steeds meer de Ischa-show, dat is waar. Ja, maar dat was vooral op televisie. Daarvoor, in die interviews, was hij eigenlijk ook al steeds politici goed. Die in Den Haag, die kleden zich erop. Dat mensen zeiden, wat zie jij er perfect uit vandaag? Toen zeiden ze, ja, maar ik ga naar Bibeb. Dus je ontmoette iemand. Dat was een moment in je leven. Ja, dat is natuurlijk wel echt. Dat heeft niemand meer van dat kan je. Dat kan natuurlijk nooit meer terugkomen. Dat is wel jammer. Is dat jammer? Nou ja, zij was gewoon de eerste. En zij was de enige die dat deed. Dus als zij dan jou wilde interviewen, dan was dat ook iets bijzonders. Dan was je gezien. Dan trok je er ook 30 uur voor uit als zij dat wilde. Ja. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk, moet je al ruzie maken zodat jij de eerste kan zijn met het interview met die ene persoon voordat de andere media met hetzelfde verhaal komen. Aan Dinda en Roos dat zij de een van de eerste was, of de eerste met echt diep persoonlijke interviews. Tegenwoordig is dat totaal anders, hè? Er is natuurlijk een soort wildgroei in het vak. Ja, omdat het een hele makkelijke, snelle manier lijkt. Om mensen te doen. En bovendien, ja, dat is het eerste wat je leert als je op de school van journalistiek zit. Of journalistiek studeert. Het interviewtje, hè, met de brandweer of met de politie of met de hoogbejaarde of met de 100-jarige, weet je. Dat zijn de eerste klussen waar je tegenop loopt. Dus het interviewen. Maar goed, daar zijn dus enorme gradaties in. Terwijl ze weten. Maar je moet bijna moeite doen om de persoonlijke ontboezemingen heen te laveren. Als je er gewoon. Ik weet nog, ik heb ook net als jij bij de Volkskrant gewerkt met het magazine. Ja. En toen was er op een gegeven moment de nieuwe hoofdredactie. Zei, interviews moeten 100% persoonlijk zijn. 100%. Dus in feite ging het er niet om of je goede actrice bent, maar als je maar een flinke depressie hebt gehad. Nou, dat is nu wel echt niet meer zo, hoor. Kan ik je vertellen? Nee, dat is echt niet meer zo. Hoe is het nu? Nou ja, ik hoor daar nooit wat over, dat het 100% dit of dat. Ik probeer wel, soms pakt het wel zo uit. Dat het heel erg persoonlijk is. Het ligt ook een beetje aan iemands vak, vind ik. Ik bedoel, met een acteur, ja, je kunt wel gaan praten weer over al die rollen, maar ja, soms is het persoonlijke gewoon toch echt. Komt het wel eens voor dat je te particulier vindt, te persoonlijk, dat je het niet opschrijft? Ja, dat komt ook wel eens voor. Maar in welke zin dan? Ik kan niet echt nu even een goed voorbeeld bedenken, maar dan als het gewoon te. Als je denkt, daar gaat iemand net even te ver en daar gaat hij echt anderen mee kwetsen of zo. Of daar, soms zet ik het er dan wel in die als wisselgeld. Deed dat wel, hè? Die schreef dat gewoon allemaal op. Dat zei Jan Kramer ook. Hij zegt van, ze was niet kritisch of zo, maar je moest ontzettend oppassen dat je per ongeluk iets zei, want ze schreef het gewoon op. Weet je? Maar wat wel, dan wel weer opvalt. En er was geen autorisatie, want je moest helemaal naar Scheveningen om het te autoriseren. Maar met dat Reven-interview is dan wel, dat vind ik eigenlijk wel heel gek, dat dan achteraf, want dat. Die dat, drank. Ja, die drank die er dan eigenlijk achteraf helemaal in is geschreven, wat helemaal niet heeft plaatsgevonden, die 3 flessen wijn. Hij vond die het ook interview, nog over de grond worden gegoten en zo. Dat is gewoon verzonnen. Hij vond het interview te persoonlijk. En toen heeft zij als compromis voorgesteld, laten we dan de drank rijkelijk vloeien. Ja. Dat gaat dan toch maakt wel, het wat minder erg. Maar dat gaat toch heel ver. Ik bedoel, dat zou, stel dat dat zeker nu zou uitkomen, ja, dat je dat als maar ik vind ook dat doet argument dat Scheveningen ver is heel raar. Er bestonden wel brievenbussen in die tijd, hè? Ja, ja. Je gaat niet vanuit Amsterdam nog eens helemaal naar Scheveningen om een interview na te lezen. Dat doe je maar niet. Maar Tom, wij hebben toch ook nog meegemaakt dat de e-mail er nog niet was. Dan stuurde je toch je stuk op aan iemand. Of je ja, faxte. Dat was altijd een heel gedoe. Ja, maar wij hadden de fax. De fax bestond er ook nog niet. Nee, je moest echt. Ja, maar dat is natuurlijk nooit een argument als je 20 uur met iemand praat en dat je daarna zegt, nu heb je er niks meer over te vertellen. Ja, maar dat hele autoriseren is natuurlijk pas veel later ook een probleem geworden. Toen die politici niet meer zo schaapachtig werden geïnterviewd, maar echt kritisch ondervraagd werden. Ja, die wilden toch nog wel even het moment hebben van,
klopt dat nou allemaal wel wat ik zeg? Want ik ga helemaal nat. Maar er zijn natuurlijk in die tijd ook een paar politici ontzettend nat gegaan. Vredelink heeft ze geïnterviewd. Nou, die heeft allerlei rare dingen gezegd over Den Uyl en over noem het maar op, weet je. Ja. Wat wil jij zeggen, Sarah? Nou ja, over dat Maarten het Hart interview, dat hij dan achteraf zei van hij was dan wel naar Scheveningen gegaan. En was hij daar om 7:15 ochtends. Dus zij moest het om 7:00 inleveren. Oh, en dat kon hij dan lezen. Een kwartiertje. Maar dat was dan helemaal uitgetikt met ertussen geschreven nog dingen en zo. Dat was allemaal heel warrig. En er waren dan wel dingen waar hij dan echt niet mee eens was. Bijvoorbeeld dan stond er dat hij kwam daar sowieso nogal boos uit naar voren uit dat stuk. Daar was hij het überhaupt nog niet mee eens. Maar er was ook een anekdote dat hij dan in een soort woedebui, nadat een relatie verbroken was, behang van de muren had getrokken bij een vriend thuis. Maar dat bleek dan gewoon dat hij met een stoomapparaat behang had verwijderd bij een vriend die aan het klussen was. En dat weigerde zij aan te passen. En dat had zij ervan gemaakt? Ja. Misschien verkeerd begrepen, maar ze wilde het in ieder geval niet aanpassen. En zo is het ook in de krant gekomen. Het staat er gewoon in alsof hij dat van de muren trok. Oh ja? Ja. Maar Ischa heeft ook van haar geleerd, volgens mij. En ook van Witkamp trouwens. Want dat was echt Willem Witkamp. Willem Witkamp. Ischa zei van, ja, dan kwam iemand zeuren. Van, het is mijn interview. Maar dan zei Ischa, ja, maar het is mijn verhaal. Weet je? Dan was hij gewoon kalt gesteld. Hij kon gewoon schrijven wat hij wilde. Ja, want ik herinner me dat het Hart ook een keer een column schreef over Ischa. Dat hij door Ischa was geïnterviewd. En dat hij ook zei, ja, maar dat heb ik niet zo gezegd. Toen zei Ischa, maar dat heb je wel zo bedoeld. Dus ik zet het er zo in. Ja. Nou ja, dus... Want Ischa had het idee dat die mensen in de mal moest dwingen die zelf van tevoren had bedacht voor iemand. Hij vond eigenlijk helemaal geen pretje als dat er iemand tegenover hem zat. Hij zegt, ja, je kan beter thuis blijven. Ik schrijf het allemaal heel goed en mooi op, hoor. Maakt u zich geen zorgen. Ja. Maar dat klinkt alsof Bibeb toch opener zo'n gesprek inging. Ja, dat denk ik ook. Het was echt een gesprekspartner. Iemand die een gesprek met je aanging. En met Jan ook zijn, dat is dat mensje ook. Ze had ontzettend veel humor. Je kon helemaal dubbel met haar liggen en onder tafel. Ik denk dat dat ook wel geholpen heeft. Als je 30 uur met iemand zit, dan wil je geen azijnpisser tegenover je hebben, denk ik. Hè? Maar inderdaad, die tijdstuur blijft verbijsterend. Hè? Ik weet nog dat ik een keer voor Vrij Nederland Louis van Gaal interviewde. En toen had ik tegen de KNVB gezegd, ik wil 2 keer 2 uur. En toen had hij ook gezegd, als hij 2 keer 2 uur heeft, dan kan hij het zeker niet zo goed. Hij dacht gewoon van, iemand die zoveel tijd nodig heeft, die kan het niet. Ja. Maar niemand zei tegen Bibeb blijkbaar van, dat is idioot. Dat zijn 4 werkdagen. Ja, nou ja, tegenwoordig zou dat gewoon ook al niet meer kunnen. Omdat je, niemand zou daarin meegaan. Maar ook als journalist heb je ook helemaal geen tijd daarvoor. Sarah, wat is eigenlijk het belang van een persoonlijk interview in de krant? Het belang is dat je daaruit toch levenslessen kan trekken, denk ik. Ja? Ja. Dat doe jij ook. Tuurlijk, ja. Nou, wil ik een voorbeeld horen. Nou ja, je toetst gewoon ook, zeg maar, dat zie je ook in hoe Bibeb over dingen dacht. Dingen die zij in haar eigen leven meemaakte, die toetste ze of daar stelde ze vragen over. Maar zo kun je interviews natuurlijk ook lezen. Gewoon hoe leven andere mensen hun leven? Wat voor keuzes maken ze en waarom? Wat vind jij ook, want Tom zei daar straks, het is een beetje losgeslagen, die persoonlijke interviews. Vind jij dat ook? Het is wel veel. Ja, het is wel veel. Niet de hoeveelheid, maar ook dat het altijd over het persoonlijke lijkt te moeten gaan. Nou ja, wat je wel merkt is dat het persoonlijke ook wordt ingezet als verkoopmiddel. Zeker. Dus dan is er een film die gepromoot moet worden en een actrice. En dan wordt dat gewoon letterlijk, krijg je een mail van wil je die en die niet te spreken. Want zij wel postnatale depressie gehad. Ja. Of het kan ook over een schrijver gaan met een boek. Nou ja, ik heb dat met Charlotte Mutsaars, dus dat werd mij ook Vertel nog even, want niet iedereen heeft dat gehad. Nou ja, dat werd mij aangeprezen door de uitgeverij als dit is het meest persoonlijke boek wat ze ooit heeft geschreven. Het waargebeurde verhaal over haar broer, die als een kluizenaar is overleden. En waar kinderporno werd gevonden. Ja, dat stond nog niet meteen in die mail erbij. Maar goed, dat ontdekte ik toen ik het boek ging lezen. Mm-hmm. Maar dat werd echt zo heel erg van, dit is een mooi interview. Dus kan het in het magazine? Want dat is voor die uitgeverij natuurlijk een hartstikke goede business. Maar ook voor mij was het een mooi verhaal. Dus dat heb ik gedaan. Nou, en vervolgens stond dus die passage over die kinderporno erin. En toen ging die uitgeverij achteraf een beetje raar draaien. Zo van, ja, journalisten willen altijd maar op het persoonlijke gaan zitten. Terwijl dat... Had je daar achteraf spijt van? Had je het niet moeten doen op die manier? Nee, wel. Ik had het wel moeten doen. Ik had nog net even door moeten gaan, Rob. Oh ja? Ja.
Ja. Dat je nog meer erover te weten was gekomen. Nou ja, dat ik had gezegd van luister, als je dit nu zo zegt, dan denken mensen wel dat het echt gebeurd is. Dus ja. Misschien moet je daar dan toch nu even... En dat ontbrak er een beetje in. Dat ontbrak er wel achteraf in, ja. Hoewel, als je het zo las, maar omdat zij achteraf zei van ja, dit is... Fictie en werkelijkheid lopen door elkaar. Dan moet je in het interview natuurlijk eigenlijk even duidelijkheid scheppen. Hoe zie jij dat, Tom? Zijn persoonlijke interviews echt belangrijk? Ja, dat vind ik wel. Nou ja, je zei net doorgeschoten. Dat is ook zo. Alleen er zijn er toch, als je op jaarbasis gaat kijken, maar een paar hè, die waarvan je denkt van nou, die vond ik echt goed. Die waren interessant. Die maar het interessante is, je merkt het ook aan de geïnterviewden. Die al vroeger moest je heel hard werken. En na een paar uur kwam er zo'n persoonlijk moment. Hè, waar Bibeb 20 uur ook haar best voor deed. Ja. En nu merk je al, nog voordat de koffie is ingeschonken, ligt de miskraam al op tafel. Ja, maar dan nog. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan een goed interview is. Snap? Nee, dat is waar. Maar je merkt ook dat de geïnterviewden denken, maar zo moet het. Ja, maar laat ik zeggen, die goede interviews, die zijn goed. Omdat ze dus gaan over de condition humaine, over de menselijke staat, over de menselijke... Om daar iets van te leren. Nou, over de menselijke tekortkomingen. En daarom zijn ze zo verschrikkelijk goed. En daarom is dat interview wat Bibeb met Maarten het Hart, wat ik eigenlijk veel beter vind nog dan dat interview met Reven. Want dit gaat echt over dat leed van dat hele strenge, gereformeerde, vrezen, godsachtige kutgeloof. Waar hij ontzettend onder heeft geleden. En dat is prachtig om te lezen. Dat is nu nog steeds zo actueel en zo lekker om... Dus Bibeb heeft ook de generatie interviews van vandaag nog iets te zeggen, is de conclusie. Oh ja, zeker. Ja? Zeker. En wat dan? Nou, zo intens. Doe dat alsjeblieft zo intens met dit soort mensen. Ondervraag die inderdaad... tot op het bot. Nee, en zorg dat ze dingen gaan zeggen die ze liever misschien niet zeggen. Maar dat levert wel heel mooi materiaal op. Echt prachtig materiaal. En ik weet zeker, misschien dat Maarten dat allemaal niet heeft willen vertellen, maar ik weet zeker dat hij na lezing van dat interview ook trots is op het feit dat hij het verteld heeft. En dat hij het ook mooi heeft. Dat hij gezien was. Dat zij het in ieder geval ook goed en mooi heeft opgeschreven. Ja, wat wou jij zeggen, Sarah? Nou ja, dat het ook wel inspirerend is om te, zeg maar, dat zij daar zoveel tijd in stak. Weet je wel? Dat is iets wat ik denk, van, nou, misschien moet ik toch eens proberen. Gewoon met iemand die daarvoor open zou staan. Met een lang gestrafte of iemand die de tijd ja, heeft. Ja, ik van, we doen gewoon 2 keer 4 uur of zo. Hey, Frank Maxmeijer. Ja, bijvoorbeeld. Ja, die heeft 7 jaar de tijd. Ja. Hij zit nog niet in de bak. Hij zit nog niet in de bak. Ja. Maar je zegt, ik moet dat misschien eens uitproberen. Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, want dat levert toch iets op. Weet ik niet, misschien wel. Het is ook, weet je wel, nu is het allemaal zo, het is wel allemaal heel erg voorgekookt. Weet je, zo'n geïnterviewde die weet al van, straks gooi ik mijn miskraam op tafel. Ja. Jij weet, ik heb 2 uur. Ja. Ik moet in ieder geval veel mee even noemen. Ja, precies. En dan, weet je, dan, ja, het is, zij deed dat toch wel veel, ja, zij stak daar toch wel veel meer tijd in. Dus het is toch minder een museumstuk misschien dan je zou denken, Bibeb? Nou ja, dat zou wel goed zijn als dat minder een museumstuk zou zijn. Ja. Want ik heb ook bijvoorbeeld op de opleiding journalistiek zelf de master als Roos gedaan. Het is toch jammer dat dat helemaal niet wordt onderwezen. Omdat je daar nooit een stuk van te lezen krijgt. Ja, dat is ontzettend jammer. Jij wou er nog wat over zeggen? Nee, gewoon ontwapenend. Maar goed, ja, misschien niet voor iedereen, maar wel voor mensen die echt dit vak in willen. Bibeb, lezen. Die dat willen leren, ja. Die willen leren van haar techniek. Ik vond het in elk geval heel leuk om met jullie te praten als vertegenwoordigers van dat mooie vak wat we uitoefenen. Over het interview en over Bibeb. Dank jullie wel allebei. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, en tot slot van deze avond wilde ik u nog 2 dingen vertellen. Voordat we, want ik hoorde al, iemand heeft zijn telefoon al aangezet. Dat is een teken dat we moeten afronden kennelijk. Er kwam ook een brief binnen die ik u toch even wil voorlezen. Dat is een brief, daarin staat het volgende. Heel graag was ik aanstaande maandag 22 januari aanwezig geweest bij de avond die jullie organiseren rondom Bibeb. Bibeb was een dierbare vriendin van mij en mijn partner, de schilder Herman Gordijn, met wie zij 2 indringende Vrij Nederland interviews maakte. VN heeft het laatste interview opnieuw gedrukt bij zijn overlijden in 2017. In de bijgevoegde map, die staat daar, zitten 3 houtsneders die Herman maakte als portret van Bibeb. Met haar toestemming maakte hij tekeningen van haar tijdens een van haar laatste bezoeken in Scheveningen.
Bij terugkeer in zijn atelier sneed hij het portret uit in hout en drukte het af. Ik heb voor Roos Menkhorst en Adinda Akkermans de gesigneerde exemplaren 1420 en 1520 in de map gestopt. Exemplaar 1620 is voor Mensje van Keulen, waar Herman en ik grote waardering voor hebben en die tot het einde vriendschappelijke contacten met ons onderhield. Hartelijke groet, Jozef Kessels. Dames en heren, daarmee zijn we aan het einde van deze avond gekomen. Het lijkt ons leuk om nog even met u na te praten aan de bar. En om de tongen toch wat losser te maken, krijgt u bij het verlaten van deze zaal allemaal een consumptiebon uitgereikt. Ik dank u hartelijk voor uw komst en ik hoop u nog eens een keer te treffen in de balie. Dank u wel.